3, 2, 1. Dus nu het toetsenbord. Ik weet niet wie er aan het typen is, maar vermijd het even alsjeblieft. 3, 2, 1. Live. Zo, mensen. Als het goed is, zijn we live. Hartelijk welkom bij weer een nieuwe livestream. Vandaag in samenwerking met KPN Glasvezel gaan we er iets heel erg moois van maken. Ik weet ook niet... Wie zit er even te typen, jongens? Ik hoor alleen maar plik, plik. Ook even heel eventjes ermee wachten, alsjeblieft. Max, ik weet zeker dat het Max is. Het was Max. Het was Max. Nee, ik hoor jou toch typen in Among Us, jongen. Ik hoor toch plung, 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 de hele tijd. Oh mijn god, jongen. Ik wist gewoon dat jij het was. Maar in ieder geval, we gaan er een hele leuke livestream van maken. In samenwerking met KPN Glasvezel presenteer ik hier jullie Among Us. En ik ga ook nog een giveaway doen. Ik ga namelijk 3 keer 12.000 FIFA points weggeven. Deze zijn allemaal mede mogelijk gemaakt door KPN Glasvezel. Daarnaast hebben zij momenteel hele leuke Halloween filters. Die moet je zeker weten eventjes checken. Er staat een linkje van bovenaan in de beschrijving. Het zijn filters die je kan gebruiken op Instagram. Dus maak daar zeker weten gebruik van. Daarover gesproken, ik ga mijn story nog even plaatsen. Want ik heb ook nog een hele mooie story waarin ik de filter heb gebruikt. Die moest ik eigenlijk voor mijn livestream plaatsen. Maar weet je wat, ik plaats hem nu gewoon met jullie. Waarom niet? Even kijken hoor. Druk hem headset even af. Zo. Oké. Taggen we KPN natuurlijk eventjes. Want dit hebben we ook nodig voor de winactie. Dus het is wel even belangrijk dat die story online staat. Zo. Zo staat die mooi. Oh nee, zo staat die niet mooi. Ik had hem dus vooraf al een keer gemaakt en de tag er gewoon ingemaakt. Wil die tags dan nu over elkaar geplaatst worden? Dat ziet er nu een beetje raar uit. Oké, nu niet meer. Zo. En dan natuurlijk nog even het linkje van de stream. We kunnen bijna beginnen hoor, jongens. Excuses voor de kleine vertraging. Bijna al 2000 kijkers, dat is niet normaal. Jongens, dat is toch niet normaal? Eerlijk. Bijna al 2000 kijkers. Jongens, het is normaal. Dit is gewoon niet normaal. Oké, dan ga ik het linkje eventjes plaatsen, zo. Want jongens, ik denk dat de meeste mensen voor jullie wel het spelletje FIFA 21 kennen. Daar heb ik dus een leuke giveaway voor. Die story staat er nu in. Hoppakee. Ik ga dus zoals gezegd 3 keer 12.000 FIFA points weggeven aan jullie kijkers. En het enige wat je daarvoor hoeft te doen om kans te maken is op de story die ik nu heb geplaatst. Daar staat er nu in, letterlijk nu. Daarop moet je reageren met hashtag KPN. Als je dat doet, maak je dus automatisch kans op die 12.000 FIFA points. En ik ga dus 3 keer 12.000 FIFA points weggeven in samenwerking met KPN Glasvezel. Check dus mijn laatste story op Instagram. Reageer erop met hashtag KPN en maak automatisch kans op die FIFA points. Er staat heel veel ripkast op in de chat. Meer dan terecht dat dat in de chat staat. Het is en blijft heel erg treurig, jongens. Het enige wat ik daarover kwijt wil is als je gewoon niet lekker in je vel zit. En je simpel gezegd het leven gewoon niet meer zo ziet zitten. Zoek hulp. Echt waar, zoek hulp. Meer dan dat ga ik er ook niet over zeggen. Want ik ben verder geen psycholoog of wat dan ook. Alleen ja, dit is wel iets wat ik wel kan zeggen. Zoek gewoon hulp als je niet lekker in je vel zit. Als je denkt aan rare dingen niet doen. Zoek daar gewoon hulp voor. Heb je heel veel hulplijnen voor, dingetjes voor. Maak daar gebruik van. Goed, het is heel erg bijzonder inderdaad van Castiop. Gisteren heb ik het nieuws voorbij zien komen op Twitter. En toen heeft later ook in het nieuws natuurlijk... Bizar. Goed, jongens, hebben wij zin in Among Us? Zeker. In een woordje Among Us. Ik heb de code maar eventjes geblokkeerd met zo'n zwart balkje. Roman trouwens met de 3 euro, die zegt zomaar. Dankjewel Roman voor de 3 euro, ook al geef je het zomaar ontzettend bedankt. Laten we gewoon gaan beginnen dan. Laten we gewoon gaan beginnen. We zijn met 9 mensen. Ik moet mezelf niet vergeten te muten. Succes met het eerste potje. Ja, okay, yes, ik kan het wel eens een keer op je story. Dat weet je niet. Oh mijn god. Oh mijn god. Oké, wacht. Ik ga wel gewoon even deze kant op. Je ziet Noah gelijk met me meelopen. Die denkt, wat gaat hij nou doen? Oh, maar deze. Gelijk mijn eerste potje gewoon imposter. Hè. Hoe krijg ik het toch ook voor elkaar? Oké, hier even een tasje faken. Nou, hier ook nog eentje faken. Zo. Dan gaan we maar eens even wat saboteren.
Electrical saboteren. Het is gesaboteerd, toch? Ja, het is wel gesaboteerd. Oké. Een dead body. En het is aangekomen. In reactor. En ja, de enige twee die ik uit die richting zag lopen waren Marcus en Patrick. En wij kwamen vanuit WP. Wij zijn reactor nooit in geweest. Nee, maar ik zag jullie wel vanaf die kant komen. Dus het was een dat beetje klopt. Sus. Maar dat zegt natuurlijk niet zoveel, maar dat was wel een beetje van Was wel een Ik was letterlijk met Patrick inderdaad, maar de helft van de tijd was ik aan het uitzoeken waar ik niet op tab kon klikken. Mijn map deed het niet. Dat is echt sad. That's a lie. I call that a lie. Sorry. Ik was de helft van de tijd gaan struggelen dat het niet werkt. Maar ik kom met Patrick, was ik wel gewoon mijn shit aan doen. Hold my beer. Sorry dat ik deze vergadering even onderbreek. Maar we hebben een 50 euro donatie van Jeroen. Daar is hij weer hoor. Die zegt hij, nu ben ik er wel. Haha. Morgen Jeroen, welkom ouwe top donator van mij. Leuk dat je er weer bij bent. En ook nog eens gelijk binnenkomen met 50 euro. Jongens, ik wil een dikke hype in de chat zien. Natuurlijk. Voor mijn boy, Jeroen. Dikke hype in de chat voor Jeroen, jongens. Sowieso. Ga verder. Vergadering. Ja. Ja, dat is gek, hè? Dat zijn we niet gewend tijdens Among Us, dat we gewoon live zijn. Dus normaal is het gewoon opnames en zo. En dan, ja, nou ja, nu is het even anders. Ik zou het echt niet weten. Ik heb. Wie zijn de links geweest? Ik ben niet links geweest, ik ben alleen maar rechts geweest. Alleen maar. Nou, je stond wel in Electrical, dat zie ik aan als links, maar. Oh ja, op het einde bedoel je. Ja. Op het einde, ik was namelijk met Rini in Electrical. Ja, oké, Electrical staat wel links. Ik wilde je serieus gewoon ervoor blamen dat het niet links is. Maar ja, you're right. Het is best wel links. Alleen, daar kwam ik echt helemaal op het laatst kwam ik daar aan. Ik begon in Weapons, ben ik naar Navigation gegaan, toen Shields. Langs Communications gelopen, Storage. En toen kwam ik in Electrical uit. Dus ik heb hier echt helemaal niks mee te maken. Ik was ook meer met de chat even bezig, overigens. Maar Ip, waar was jij voor Electrical dan? Toen kwam ik ook vanaf Map B aflopen. Maar toen stond dus er zijn dus drie langs Reactor gelopen. Ja. Maar toen stond er niemand in zowel Security als in Reactor. Want ik ben er allebei langs geweest. Reactor is helemaal links, toch? Ja, dat is echt links. Patrick en Marcus nog steeds wel een beetje, hoor. Ik vind dat wel een beetje gek. Dat ze daar met z'n tweeën waren en dat lag een body. Ja, dat is sowieso zus. Als zij de enige zijn die daar vandaan kwamen en de body ligt daar, dan is 1 en 1 is 2. Waar is je gereport? Bij Reactor. Nou, dat weet je als geen ander, Max. Imposter. Ja. Nou. Nee, ik kan 100% voor Makkers foutje, want ik heb hem op die plaat bij Matt bezig staan. Hij heeft mij gezien dat ik die sample aan heb gezet. Ja, ik ben het zeggen. Ja, wat de pauper. Ja, ik zou het echt niet weten. Ik ben volledig rechts geweest alleen maar. Of misschien Geno en Noah en ik zijn alleen maar rechts geweest. Oh, ja. Self-report van Rini. Die zijn ook leuk. We kunnen maar deze denk ik wel skippen. Ja, nee, maar ik weet het. Oké, Rini, Patrick en Max zijn nu verdacht. Oké, skipvote. We hebben ook nog Henkie met de 3 euro ribkast die op veel sterkte zijn ouders en dichte omgeving. We gaan je missen, absoluut. Henkie, dankjewel voor de 3 euro en goed bericht. Absoluut, heel veel sterk naar alle nabestaanden van Kastie op. Heel bizar. Nog steeds, echt heel bizar. Ja. Ben ik gemute? Ik ben gemute. Oké, okay, ik check het altijd. Mijn tab werkt weer. Ik check het altijd even dubbel of ik wel daadwerkelijk even gemute ben natuurlijk. Nou, dan gaan we hier even heen. Just for the show. Dan gaan we hier even heen, zo. Als je hier nu iemand tegenkomt, is het altijd lekker, maar... Helaas, dat gebeurt even niet. Hey Ip. Ik hoop niet dat iemand hier gekild heeft, dat ik daar dan nu inloop. Het zou fucked up zijn, want dan word ik verdacht. Terwijl ik niks heb gedaan. Alright. Gaat Reno achter mij aan of niet? Nee. We zitten nu waarschijnlijk in Electrical. Ga ik even bij Security kijken. Oké. Okay. Oh. Oh, toe. Hoezo, hier zijn er veel? Reno die loopt echt helemaal alleen. Oké, Reno is voor mij een fucking nice target. Hij loopt echt helemaal alleen. Tut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 
moesten doen. F. En er is weer iemand gesneuveld. De ingang van security ligt Reno. Oh, rip Reno. Ik wil zeggen hoe René is hier gekild, maar ja. De enige die ik daar gezien heb zijn René en Roy. What? Ja. Ja, toen ik daaruit ging, liep jij naar binnen. En René die was er al. Toen jij daaruit ging, liep jij naar binnen. Oh, dat was helemaal op het begin bedoel jij dan? Helemaal op het begin. Is ja, is. Ja, oké. Okay. Ja, toen was ik daar inderdaad, dat klopt. Ja, klopt, want ik heb Max daarna nog helemaal rechts gezien bij Navigation en we waren in O2. Ja, toen ging ik heel veel op de camera's en toen ging het O2-alarm af en toen ben ik richting O2 gegaan. Dus dat klopt inderdaad wat Max zegt. Ja, inderdaad bij O2, dus verder geen... Dat is mijn einde van mijn woord. Doei! Gaan er iemand doorgaan. Ik ben in admin geweest, daar heb ik swipe card gedaan. Ik ben er wel op die map wezen kijken, toen zag ik inderdaad volgens mij 4 man links of zo. En op een gegeven moment zijn er eigenlijk maar heel weinig mensen steeds links geweest. Dus ja, nou, ik weet niet. Hoezo? Just kidding, I'm just kidding. Nou, en daarna ben ik naar Navigation geweest, daar ben ik... Patrick, ik weet niet. Gekomen, in ieder geval bij Patrick. Shields. Ja, nee, dat was daarna. Daarvoor kwam ik ook nog iemand tegen de gang, volgens mij. Ja, en ik heb het O2-alarm gefixt. Dat kan Reedy, volgens mij. Roy en nog iemand die aankwam lopen bevestigen. Ja, klopt. Ja, klopt. Ik heb jou zien staan toen ik aankwam. That's my story. Ja, dat zijn we niet. Noah, waar ben jij? Oké. Okay. Nou, inderdaad. Ik ben als laatste ben ik in Reactor geëindigd. Dus de kill moet heel laat gemaakt zijn. Aangezien ik eigenlijk de hele tijd met Iwan ben meegelopen. Iwan stopte in Lower Engine. Toen ben ik naar Reactor gegaan om zeg maar af te tellen van 1, 2, 3 naar 10. En toen lag er nog geen body in security. Ja, ik kreeg de report button toen ik omhoog wou lopen naar Upper Engine om daar de andere engine te alignen. En toen kreeg ik al in de gang de report button en toen liep ik naar rechts en zag ik daar dat body lag. Oké, okay. Ja, ik ben alleen op het begin van het potje ben ik bij security geweest, daarna niet meer, dus... Ik ben helemaal niet geweest. Dan denk ik dat het een prevent kill is geweest. Aangezien ik het, toen ik naar boven liep naar Reactor, er was geen report button en geen body. Maar is hier een PP gaande? Zeker niet. Is hier een PP gaande? Een passieve puntruk. Een PP'tje. Ik ben begonnen met mijn samples te detergent aan te wijzen. Toen ben ik gaan downloaden in cafeteria. Ben ik gaan uploaden in admin. Vervolgens ging O2-alarm af. Heb ik hem gefixt in admin, want daar stond ik al. Toen ben ik vervolgens doorgelopen naar O2 om hem daar te fixen. Zag ik dat René en Ido en Roy daar al stonden. Vervolgens heb ik mijn koers gechart in navigation. Ben ik naar Tim, gelopen, achterkant, 3 euro. Jammer, je bent echt de baas. Tim, dankjewel maatje voor de 3 euro. Thanks bro. Ding te doen. En dat kan Roy bevestigen, want Roy liep langs mij. Ja, dat klopt. Ja, dus stores, dat was mijn route. In storage heb ik wel... vind ja, dan, ik, zou... denk ik in dit geval Noah het meest zus. Maar... Nee, Noah is niet zus, want ik heb de hele tijd met Noah gelopen. Ik skip Miro. Maar hij zou... Noah kan ik echt hard kleren. Ik kan Noah echt hard kleren. Ik ben al een leren bij elkaar geweest. Alrighty. Good talk. Oké. Gaan we even deze kant op? Dan ga ik eigenlijk gewoon weer eventjes bij security staan. Mijn favoriete plekje, ik weet niet waarom. Wacht tot, oké, even scouten wat er allemaal gaat gebeuren. Dus twee mensen daar. Oké. Twee mensen reactor, dus dan hoop ik dat als ik dit doe en dan O2, dat er één iemand de laatste van de stoet gaat zijn. Ja, dat is jammer. Dat is jammer. Lopen wij door? Zit hier misschien iemand? Nee. Oké, fake weffen. Deze kant op. Is ook niemand. Communication is ook niemand. Oké. Lopen we door.
Ik heb een body gevonden en die lag in Electrical. Dan is het Edo. Het was Reenie. Dan is het sowieso Edo. Dan is het Edo, ja. Sowieso Edo. Wat dan? Ik kan er nog niks tegen in. Ja! Edo liep van het F met letterlijk een geen alibi. Dat was zo obvious. Geen alibi. Nou. Nou, dat is, ik heb geen idee op basis waarvan, maar sure. Oké. Ja, het past daar ook gewoon. Bye Edo. Bye Ip. Gewoon. Bye Ip, a.k.a. Bip. 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 Oh shit, ze hebben bijna hun task klaar. Kut. Oh, dat is echt kut. Shit, maat. Oké, communication is maar eventjes gesaboteerd. Ik moet nu wel iets gaan doen, want... Oh mijn god, ze hebben hem echt bijna klaar. Hey, de task staat er. GG's! GG's! It was me, man, the first game. Ja! Yep. Maar, zo, hoe kan het zijn dat die task... Nou, we waren best wel snel. Ja. We waren best wel... Wow! I must be a big ass dono. Yep. It is, probably. Oké, jongens, bets. Place your bets, now, come on! 100 euro! Ga maar erboven! 200! 200 Areno! 200! 200. 200. 200. 200. 200. 300! 300 Areno! Nou, zal ik het eindantwoord vertellen? Nou? 555.56. Die 6... Die zijn lekker. Parajax met de 555,56 euro! Holy shit! Ik krijg die 56 cent. Holy shit! 5000 kijkers live, wat gebeurt hier allemaal, jongens, deze livestream? I don't know, man. Holy damn! 5000 kijkers op de stream, een 555 euro donatie, weer eerste potje gelijk imposter en verliezen totdat mensen hun tasks doen, wat de pauper? Echt zo, what the fuck? Echt, wat gebeurt hier allemaal, ouwe? Nou, GG's trouwens, crewmate, zo lekker gedaan. Maar, hey, eerlijk is eerlijk, vonden jullie mijn zus of niet? Nee, was een beetje stil. Nee. Was niet echt... Nee, was rustig. Nou, oké, good times, good times. Ik wil dus een dik snipe in de chat ooit zien voor Parajax met de 555,56 euro. By far natuurlijk de nieuwe top donator van vandaag. Ontzettend bedankt. Dik snipe in de chat, jongens. Hartjes in de chat. De naam Parajax in de chat. Doe alles eraan om Parajax te eren voor deze 555 euro donatie. Niet normaal. En dan ook nog Stijn Meijer met de 3 euro. Roy, wat vind jij van de tragische gebeurtenis van Castiop? Verschrikkelijk natuurlijk. Ik denk dat iedereen het daar wel over eens kan zijn. Het is echt verschrikkelijk. Echt gewoon bizar ook vooral. Ik was echt, toen ik het las, was ik echt blown away. Was ik echt blown away van holy damn. Want ik heb Castiop wel een paar keer ontmoet. Ook een paar keer met hem gegamed. In het buitenland een keertje voor de nieuwe Ghost Recon. En ik weet niet. Ik vond het zo'n vrolijke jongen altijd. Zo relaxed was hij. Heel chill. En dan in één keer is hij gewoon weg. Ja, ik vind het altijd heel moeilijk om daar uitspraak over te doen. Ik vind het gewoon heel bizar, heel tragisch. Dat is denk ik de juiste benaming. Dankjewel Stijn voor de 3 euro. En dan nog Tim Achterkamp. Dit is mijn laatste donatie. Veel plezier met de stream. Tim, dankjewel voor de 3 euro, maatje. En Jan nog met de 3 euro. Jorgo, een vriend van mij is heel erg fan van jou. En hij is jarig. Zou je alvast hem willen feliciteren. Zijn naam is Johan. Alvast bedankt en succes met de toffe stream. Dankjewel, maatje. En Johan, alvast van harte gefeliciteerd. Alright, start maar. Gaan we de volgende doen. Ik ben lekker weer een poster. Doei. Succes. Amper. Oh kut, ik ben crewmate. Dat zei je lekker expres. Oh ja, ik ben echt crewmate, maar dat weet hij natuurlijk niet. Goed, we gaan even downloaden. Lekker hoor. Ik vind het een lekkere game om te livestreamen, jongens. Laat even weten in de chat. Willen jullie dat ik vaker Among Us ga livestreamen? Let me know in the chat. En trouwens, dus ook nog een leuk dingetje. Ik ga dus 36.000 FIFA points in samenwerking met KPN Glasvezel weggeven. En het enige wat je moet doen om kans te maken om het te winnen, is reageren op mijn laatste story die op Instagram staat met hashtag KPN. Of DM mij gewoon hashtag KPN als het reageren op de story niet lukt. Want ik hoorde daar net iets over vanuit Noah, dat je niet kan reageren op de story, for some reason. Mocht dat nou het geval zijn, DM mij dan gewoon hashtag KPN, oké? Dat is het enige wat je moet doen.
doen. Ga naar mijn Instagram toe. Volg mij natuurlijk ook op Instagram. Ik ga natuurlijk alleen maar winnaars kiezen die me wel volgen. Dat lijkt me wel logisch. Dus volg mij op Instagram, @royalistic. Oké, iedereen zegt trouwens ja in de chat. Dat ze vaker Among Us livestreams willen. Leuk. Top, dan gaan we dat gewoon regelen. Oh mijn god. Oh mijn god. Oké, ik moet wel echt even iets fixen. Ik moet de O2 moet ik fixen. Maar er is weer een €222 donatie van Parajax. Doe de groeten aan Walnut en Ip. Holy damn. Echt de dikste hype weer in de chat. Voor Parajax met de €222. Nou, tenminste, er is eentje inkomen lopen. En eentje is van security daarheen gevent. En een security ligt voor. Ik zag hem namelijk gekild worden op de, weet je wel, de map. Ik was namelijk What? Admin aan het kijken naar de map. En ik dacht het gebeuren, dus ik loop. Volgens mij werkt dit ook. Ja, ja, kijk, hier mute ik me helemaal mee. Ik mute me gewoon even helemaal. €222 van Parajax. Die zegt dus, doe de groet aan Walt en Ip. Dat gaan we gelijk even regelen. Dikke hype in de chat voor de topdonator van vandaag. De absolute topdonator van vandaag. Parajax. Met in totaal €777. Dit is niet normaal. Oké, wacht. Ik ga het gelijk ik vertellen, heb geen idee. Reno zegt dat er nog iemand... Althans, jij zei dat er nog iemand stond. Reno hey, jongens. Ik ben erin gelopen en toen ging die sabotage ding af. En toen ben ik gaan. Even een short... Short commercial break weer. €222 van Parajax. De groeten aan Walnut en Ip. Hey! Ook echt aan Walnut en Ip. Hoe goud. En Dion met het €3. Yo, ben er weer. Welkom terug, Dion. Mijn verhaal. Ik ben crewmate. Ik begon bij Weapons. Heb daar mijn ding gedaan. Ben toen teruggelopen via cafeteria naar onder naar storage. Heb daar de fuel tank gevuld. Toen kreeg ik de €222 donatie van Parajax. I was like, holy damn, holy crap. En dat was het eigenlijk. Dat was het. Maar we hebben dan twee imposters eigenlijk al. Want die kwamen allebei vanuit MadBay. Dat waren Reno en Max. Ja. En die echt? Kunnen op... Ja, nou ja, de deal is gemaakt in security. Zelfs. Jawel, jullie, de deal is gemaakt in security. En iemand is van security... Naar MadBay gefan. Security. Security. En admin. Maar waar stonden jullie dan volgens jullie verhaal, Makkers en Reno? Ik stond bij de... Je hebt die scan... Ik was bij MadBay. Ik kwam daarin lopen om gewoon te kijken what's happening here. En toen zag ik Max en toen ben ik gewoon weer doorgelopen. Ik omdat die sabotage toen ook afging. Dingetjes te doen, weet je? Die vieze... Dat doet iedereen toch wel. Dus gewoon even MadBay inlopen, kijken of er een body ligt en dan ga je weer door. Nee. Ja, oké, okay, maar dan... Niemand komt jij hebt Max dus al binnen zien staan. Want ik doe dat wat Reno zegt, dat doe ik ook. Ja, ik zag Max daar staan. Ja. Maar dan is Max gevent. Want jij hebt Max dus niet naar binnen kunnen zien lopen. En er is iemand voordat iemand vanaf Upper Engine de MadBay in kwam lopen, is er iemand naar binnen gevent. Dus dan is Max gevent en heeft hij de kill gemaakt. €55 van Parajax. Ik kijk ook de video van Walnut. Parajax, ontzettend bedankt voor de €55. Het is echt niet normaal. Ik wil weer een hype in de chat zien voor Parajax natuurlijk. Ik ben uiteraard. Omdat ik dus de kill zag maken. En daarna ging het O2-alarm af om ze allemaal naar rechts te leiden. Toen ben ik naar links gelopen, ben ik langs Max gelopen en heb ik de report daar gedaan. Uit MadBay. Ik kwam uit MadBay. Max helaas, maar ik geloof Ido. En ik merk het ook altijd aan jouw attitude als je schuldig bent. Je bent nu schuldig. Je bent gewoon een fucking impostor. En ik denk inderdaad ook dat Reno het is. Dat heb ik niet gezien, Max. Ik denk inderdaad dat Reno en Max het zijn, ja. Dan heb je dit wel echt bijzonder triest gedaan als dat zo is. Ik heb gewoon elke poort krijg ik. Wat de hel? Dag Max. Dag Makkie. Oh, Dion met de €3,46. Groetjes aan Ip, hij is een held. Nou, bij deze. Groetjes terug. Oh man, ik vind het wel echt grappig allemaal dit hoor. Waarom heb ik zo weinig vision trouwens? Huh? Is dat aangepast of zo? I don't get it. Want dat was toch eerst niet zo, dat we zo weinig vision hebben? Dat is toch alleen dat je zo weinig vision hebt als de lights gesaboteerd zijn? Of niet dan? I do not get it. Dus we gaan vullen. Oi. Ja jongens, niet normaal hè. Al die donaties weer van Parajax. Het is echt niet normaal. Parajax joh. Oh. Wat een held ook hè. Parajax. Niet normaal. Oh jee, daar komt Iwan aan. Kijk. Perm. Pff, we
moest even nadenken, ik was even in de war. Zo, wat deed Anko trouwens dan lang over die task? Huh? Oh, ik dacht even Ido is weg. Waar? Noah. Bij Electrical. Daaronder. Bij Electrical daaronder. Oké, okay. Reno, waar kom jij vandaan? Ja, want hij was bij mij in één keer boven bij Upper Engine. Ik kwam vanuit onder, ja, klopt. Kan je venten vanaf Electrical naar Security? Ja. Ja. Oké. Okay. Ja. Nee, ik ben niet gevent. Reno, laat ik even wat anders vragen. Ik kwam vanuit daar gelopen. Welke taak had je in Navigation? Raketje, zeg maar, die je dat moet slepen. Meer niet. Ja, en die, dat dingetje die je moet slepen naar het, ja, ik weet niet, zo'n... Romy, 5 euro, long time no see, but I'm back, groetjes aan Ip. Romy, leuk dat je weer bij hem, dankjewel voor de 5 euro. Ik was trouwens wel echt fucked, ja. Ik was straks een lower engine. Je krijgt was helemaal groetjes van Romy Sperber, 5 euro. Long time no see, but I'm back, groetjes aan Ip. Nou, groetjes terug. Je krijgt vaak de groetjes vanavond, Ip. Ja, ik merk het. Ze denken aan je. Groetjes terug. Maar Reno, want jij kwam van onder. Waar ben je daarvoor geweest? Welke taken heb je allemaal gedaan? Wat moet je nog doen? Ik was bij Navigations en toen ben ik via onder gegaan naar Electrical. Daar heb ik wat dingetjes gedaan, zoals die, hoe heet dat, met zo'n schakelaartje omklikken. En toen ben ik eruit gegaan en toen werden we opgesloten bij Security. En toen, of hoe heet het daar? Security toch, bij die camera's? Ja, maar waar had je een schakelaar omgeklikt? Bij Electrical. Mijn hele chat denkt dat Puttruck de imposter is. Ik weet ook niet waarom, maar iedereen zegt Puttruck. Het is zwart, het is Puttruck, het is zwart. Echt heel raar. Maar goed, ik denk dat hij is niet passief. Ik denk echt dat het reden is. Ik was naar aanleiding van het vorige. Toen ben ik daar met Roy naar boven gegaan. Ja, ik weet het. Gok het er maar gewoon op, jongens. Dat zou mijn advies zijn. Als we een foutief eruit stemmen hebben, zijn we alsnog niet de Sjaak. Want Max was het sowieso. Dus. En Roy en Anko kan ik in dit geval ook kleren, want die heb ik een taak. Nou, ik denk dat het GG easy is. Ik denk dat we ze gelijk allebei hebben. Is het zo? We gaan het zien. Nee, ik denk het niet. Max en Reno, wat zijn jullie toch trash met z'n tweeën? Ik heb zo heel. Oh, wat zijn jullie toch trash met z'n tweeën? Ik stond met René bij security. Ik wil op security klikken. Klik op kill. Ik dacht van, oh no. En toen moest ik snel venten. En toen was het gewoon hip. Dat was echt sad. Man. En op dat moment loop ik ook echt daar naar binnen. Ja, toen liep Reno ook nog naar binnen, waren ook nog een dan word je samen gekald in die act. Ja, dat is fucked up. Dat was echt sick. Ik wilde hem helemaal niet killen. Ik wilde gewoon de camps kijken. Ja. Ik zat ook echt... Oh nee. That's a sad time, ladies and gentlemen. That's a sad time. Good times. Nou, u kent het volgende potje, staat toch? Ja, Ido was er nog niet, ik denk wel. Ja, even. Sorry, ik zag een melding voor de knop staan, dus ik kon er niet op klikken. De knop. Ja. Oké. Okay. Oh, nee, dan ga ik wel niet die kant op. Ik wil nooit met mijn mede-imposter precies dezelfde kant op lopen. Ik heb daar echt een hekel aan gewoon. Oh. 48080. Zo. Natuurlijk moet je dan eventjes de goede crewmate uithangen. Dat lijkt me logisch. Een kill daar maken was te risky, dus we gaan gewoon door. Puttuck hier killen is ook te risky, denk ik. Gaat hij nu electrical in? Oké, gaat naar boven, gaat verder door. Niemand hier in security, zit hij dan alleen in reactor? Oh, jammer. Oh, nou, Reno is het in ieder geval. Wie was er in Electrical? Nee, ben ik voorbij gelopen met Patrick samen. Ben ik niet onder daar voorbij. Net aanlopen. Want ik zag ze maar op de admin kant. Zag ik twee mensen in Electrical staan en ineens zag ik eentje naar boven plaatsen met B. Dus ik dacht, oké, ik ga even checken en toen lag gewoon Reno dood. Dus ik dacht, ja. Maar waar lag Reno dan, in MedB of in Electrical? Electrical, helemaal bovenin bij de vent. Dus hij is daar gekild en toen is de imposter er vandoor gefeind. Ja, met mij. Dus ik weet niet wie daar was en wie elkaar gezien heeft. Dus. Ik heb Ivan. Ja, ik wou zeggen, ik kan Ido kleren en Noah volgens mij ook wel redelijk.
Nou, dat kan ik sowieso Patrick leren, want wij zijn alleen maar links onderin bij Lower Engine geweest. Klopt. En we eindigden allebei in Reactor. Dus wij zijn daar ook niet geweest. Anders had ik nu... Ik ben in die tussentijd ben ik wel naar boven gelopen naar Upper Engine voor mijn task. Maar ik heb niemand voorbij zien lopen, dus... De persoon die dan gevecht is... Is er iemand gespot bij Matt B? Ja, ik wil het zeggen. Zit hij dan niet gewoon nog in de vent verstopt? Kan heel goed. Heeft iemand bijvoorbeeld Edo gezien? Heeft iemand Edo gezien? Ja, ik ben net in admin gezien. Ja, Edo is het niet, maar Anko en Max dan, die blijven dan een beetje over. Ik heb eerlijk gezegd niemand gezien. Heeft iemand mij gezien? Nee. Nee. Ja, heb je het? Nee. Ja, ik heb niet echt een alibi qua... Ik weet alleen dat Anko begonnen is in weapons. Wat is je betting, Max? Waar ben je langs gelopen? Oh mijn god, ik mute wel even. Een 53 euro van Parajax! GG, pull up game strong. Parajax, echt ontzettend bedankt voor al jouw donaties. Niet normaal. By far de top donator van vandaag met 885 euro in totaal. Daar heb ik echt geen woorden voor. Ik wil weer een dikke hype in de chat zien voor Parajax met de 53 euro. Dit is niet normaal. En daarna nog ST van 3 euro. Hey maatje, hoe is het daar allemaal? Gaat het een beetje lekker met die game? Is het echt leuk om te zien? Zal dat drankje van u binnenkort eens naar binnen gieten en eens kijken of twice? Blijf je zonder veel leuk nog? Hou doe! Maat, ST van sowieso doen. Als Focus Drink er is, eventjes gewoon een sixpackje proberen. Sowieso. Dankjewel maatje, dankjewel voor je support. Toen heb ik in Shields mijn test gedaan. Het O2 alarm is afgegaan. Je kan niet in de tijd wat je nu zegt alleen langs met weten. Security. Dat is security. Ja, maar daar moeten Roy en Patrick jou dan toch hebben gezien. Ja, dat is op het laatste pas, hè, Edo, dus ja. Ja. Helemaal op het einde was ik in MadBay, of niet in MadBay. Ik was in Reactor mijn task aan het doen. En toen liep Patrick mij nog voorbij bij security. Maar hij kan nooit in dat tijdsbestek... Want er is gevent, dat is één ding wat we zeker weten. En hij is sowieso niet gevent. Maar ik heb de camera's niet aanzien staan, hè. Maar Max zegt ook... Even om het snel te samenvatten. Max zegt dat hij met mij is geweest daar via Upper Engine. En is een beetje daar in die hoek gebleven. Maar dan zouden jullie, want hij is daar dus blijkbaar alleen in het potje geweest die tijd. Hmm. Op het einde hem daar ook moeten hebben gezien. Maar hij kan daar niet gekleerd worden door jullie. Dus dan ik is heb hem daar niet gezien en ik heb de camera's ook niet aanzien staan. Dus... Ja. Nou, ik zou hier skippen, maar ik zou wel makkers in het achterhoofd heel goed in de gaten houden. Eens. Oké. Als ik dood ben, dan... weten jullie genoeg. Oké. Jongens, hou hem in de gaten. Hou iedereen in het gaten. Hé? Oké, dan is dat kort. Dag hoor. Pip, 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 pip. Nou mooi, ik word in ieder geval niet verdacht. Maar ik wil niet weer laten gebeuren dat ze gaan winnen door de tasks te completen. Daar heb ik echt een hekel aan. Dus dat gaat ook niet gebeuren. Oh, de meltdown. Of de reactor bedoel ik. Oké. Daar natuurlijk eventjes naartoe. Oké, helemaal goed. We moeten natuurlijk wachten voordat we het volgende kunnen saboteren. Oh, jammer dat die MadBay niet ingaat. Kijk of hier nog MadBay ingaat. Nee. Le emergency button. Ja. Nou, we hebben Max net niet uitgestemd, maar die was verdacht. Anko die had niks gezegd, maar ik zie Anko nu net samen met mij in admin de upload starten. Yes. En ik... Een 20 euro donatie van Sabine. Jorro, ik volg je al een tijdje en groetjes aan je maten. Wanneer komt er weer een vlog online? Nou, ik kom net van Don af. We hebben de hele dag weer leuke dingen gedaan. We zijn bijvoorbeeld weer naar de kringloop geweest. Dus dan weet je wel wat je kan gaan verwachten. Heel erg leuk. En aanstaande zaterdag om 3:30 komt er op mijn kanaal ook iets heel erg vets online. Een vlog. Houd dat goed in de gaten. Dankjewel voor de 20 euro, Sabine. Nou ja. Okay. Nou ja, dan denk ik dat wat ik zeg verval. Maar vandaar dat ik dacht van, ja, volgens mij ik is Anko van... Post, ja, dat... Ik denk dat we gewoon even door moeten spelen. Want je kan... Ja, same. Ja, dit is een Edo-meetingje. Een Edo-meetingje. Ja. Ja. Een appje. Bij de Edo-meeting, jongens, vergeet jullie lege blikjes cola niet weg te gooien in de prullenbak. Dankjewel. En als er nog iets in zit, dan Edo geven. Oh, Max. Nee, Max. Goed zo. Ik heb het al vaker gezegd, maar ik vind het echt vreselijk als je samen met iemand in posten bent, om dan allebei dezelfde kant op te lopen. Dat werkt niet. Dat werkt niet. Dan heb je allebei hetzelfde alibi. Dat is niet chill. Niet chill. Oké, even kijken. We gaan nu O2 doen. Thank you.
Ja. Een dead body. Een ipje. Dinges. Een ipje! Oh, ip. Hij was zo druk bezig om iedereen de goede kant op te sturen en zo. Dan wordt hij gewoon gerevenged. Geshanked. Waar was iedereen? Ik was onderweg naar het auto-alarm. Waar vandaan? Ik was onderweg vandaan met B, vanuit met B. Oké. Ik was bij security. Ik was net met mijn laatste draadjes bezig. Mm-hmm. Iwan, jij stond nog in reactor, hè? Ik stond nog steeds in reactor. Ik moet wel zeggen dat ik in het begin van de game met B in was gelopen. En dat ja, Edo toen gezien. Samen met mij met B in is gelopen ook. Nou, goed. Ik stond heel even op de camera's. Ik zag Roy boven bij met B lopen. Ik zag Anko even bij met B lopen. Anko stond vervolgens inderdaad bij security. Roy heb ik niet meer gezien omdat O2-alarm afging. Dus toen ben ik van de camera's afgegaan. En Edo ligt exact boven de ingang van met B onder het camerabeeld. Maar dat heb ik dus niet gezien. Dus voor mij zijn Anko en Roy een beetje zus, omdat ik die voor het laatst op die plek heb gezien. Oké, dat kan ik begrijpen, maar ik ben het echt niet. Maar ja, dat is natuurlijk heel makkelijk verweer. Maar ik kwam gewoon uit met B-loop, was onderweg naar O2. Ik liep al zelfs helemaal medio cafeteria. Ik weet niet, kan iemand dat confirmen? Ik had namelijk niemand gezien. De light range is best wel wat kleiner geworden, dat je om je heen kan kijken. Maar ik was al halverwege cafeteria, al nog net niet met één voetstap in weapons. En toen werd er gereport. Dus ik weet niet in welk tijdsbestek ik dat dan gedaan zou moeten hebben. Maar in de laatste 5 seconden. 10 seconden. Ja, ja oké. Okay. Ja, het zou volgens jouw verhaal kunnen. Maar ja, ik ben het niet. Dus want het enige wat is wel een klein beetje ook nog even terugkomend op volgens mij de eerste ronde. Jij zei dat we met z'n tweeën in reactor stonden. Op het laatste. Jij zei dat. Toen ik bij Upper Engine stond, weet je nog? Nee, toen stond ik alleen in reactor mijn tas te doen. En jij liep toen langs in de gang. Toen zag ik jou gewoon langs lopen in de gang. Wel knap dat je mij in de gang kan zien als de vision zo klein is, toch? Nee, want ik was toch gewoon weer terug onderweg naar security. Ik wilde ook gewoon iets anders doen. Ik heb geef het voordeel van de twijfel, hoor. Daar niet van, maar... Nee, geloof me, Patrick. Echt waar. Ik ben het echt niet. Echt niet. Serieus. En ik was bij Cafetaria gewoon met die World... Die drives bezig. Ik stond in... waar jij het nu over hebt, Patrick, was namelijk toen ik in reactor stond. Toen had ik mijn task gedaan met die nummertjes tellen. Toen liep ik terug en toen zag ik jou net voorbij lopen in de gang. Dus dat was wat er... Ja, okay. Wat ik toen bedoelde met dat ik jou voorbij zag lopen. Jij was inderdaad niet met mij in reactor, dat klopt. Nee, precies. Nee, dat wilde ik nog even duidelijk hebben. Ik denk Wat ik zeg, ik geef het voordeel van de twijfel. Ik denk ik hem ook ga skippen, maar... In ieder geval, voor mij zijn Anko en Roy een beetje zus. Ja, ik kan Max wel clearen, want we zijn allebei naar rechts gegaan. En ja, wij stonden allebei gewoon bij rechts. Max stond bij O2. En ik was toen onderaan bij Shield. Toen moest ik weer omhoog voor die sabotageding. Oké, ja, dat is goed. Wat ik namelijk bijzonder vind, de eerste ronde susten we toch Max, maar nu niet meer. Daar zijn we nu allemaal vanaf gestapt. Nou, voor mij heeft hier was hij nergens in de buurt of niemand plaatst hem in de buurt. Oh, okay. En ik heb al met Rini, twee rondes heeft achter me aangelopen zelfs. Oké, okay, good times. Alright. Luc trouwens, dankjewel voor de sponsorship en Jeroen, 3 euro. Jorroy, lekker bezig. Even een vraagje, hoe kan je reageren op je story? Blijkbaar kan dat dus niet, dus wat je dan eventjes moet doen is mij gewoon een DM sturen met hashtag KPN. Dus volg mij op Instagram. Dat is de eerste belangrijke stap. @royalistic, volg mij op Instagram. En even kijken, O2. En vervolgens, als je mij dus volgt op Instagram, @royalistic, stuur je mij gewoon een DM met hashtag KPN. Op die manier maak je kans om de giveaway te winnen. Nou, dat is een lekkere kill volgens mij. Emergency meeting van Makkoes? Yes, Makkoeskoes. Wacht, is Iwan dood? Iwan is dood. Oh, Iwan is daddy. Dat daarna, first. Mijn topic. De ding ging af, O2. En ik was in lower engine. En ik keer me gelijk om natuurlijk. En vervolgens zie ik ten eerste Noah Electrical heel kalm inlopen. Dus ik piek naar binnen. Ik denk, huh? En vervolgens loopt Anko ook gewoon achter mij. Gewoon op niks aan de hand. Dus loopt hij ook gewoon zo rustig Electrical binnen. Dat is zeker waar, maar ik heb daar nog met twee tasks. Hey jongens, broodje kaas. Broodje kaas. Ja. Wat de hel? Ik denk dat het Anko daarvan op de hoogte is. What is up with the bread of cheese? Kijken. En toen volgens kwam Anko ook vrolijk binnen. Toen dacht ik, oh Ben, now I have to run. Ja, nee. Ik dacht dat jullie het waren. Ik ga jou toch nog even wat vragen stellen, Roy.
Want, ja? Ja, ik wil gewoon even duidelijkheid ja, hebben. Ja, nee, stel maar raak, Pet. Ja hoor. Nou, O2 ging af. Ik heb samen met Iwan O2 gefixt. Iwan liep onderlangs richting admin. Ik liep bovenlangs. Toen kwam ik jou tegen bij weapons. Om weer naar admin toe te gaan, liep ik. Ja. Maar jij liep door naar O2. En vervolgens is Iwan dood. Jij liep verder niet naar admin toe om die te fixen. Want Makkers en ik waren de eerste die daar aankwamen. Ja, oké. Okay. Dus ja, ik wil een beetje weten hoe de route was. Ja, nee, dat mag, dat mag. Ik liep inderdaad naar O2, want ik dacht ik ga daar even de code invullen. Nou, die code hadden jullie al ingevuld. Dus dacht Roy van, nou, dan loop ik door naar die andere, want daar moet je ook nog een code invullen in admin, toch? Dat klopt. Nou, daar liep ik heen. Ja, maar je stond in weapons en de snelste route is dan via cafeteria. Ja, dat... En jij liep onderlangs, Hakketide. Ik vind het wel leuk. Hoezo? Roy, I got you. Ik vind het leuk hoe ik eerst Anko en Noah zus. En het is best wel een pretty big zus. In mijn opinion. En dan dat Patrick eroverheen. Normaal is Patrick altijd met elk onderwerp wat er komt, you know. Is hij always figuring it out, you know. Mm-hmm. Maar nu skipt hij volledig mijn zus op een van die twee. Ja, hij vindt mijn zus ja, omdat ik dus in de buurt was van Iwan. En Iwan nu dood is. Ik ben Iwan gewoon voorbij gelopen. Net zo erg als dat ik Patrick voorbij ben gelopen. Dus dan zou Patrick toch gezien moeten hebben dat ik Iwan heb gekild. Dus de redenatie klopt ook. Ja, dat heb ik niet, want Iwan liep door richting navigation. En ik liep naar boven richting weapons. En daar kom ik jou tegen, dus. Ja, maar dat is toch helemaal gecleared. Als jij zegt, hij ging richting navigation. En ik kwam jou tegen bij weapons. Ja, ging jij toch... liep ook die richting op. Welke richting ging ik op, volgens jou? Richting navigation. O2 navigation, zeg maar, die kant. Ik liep richting admin, hè? Ik wilde naar admin lopen om daar niet. De code in te vullen. Ja, onderlangs misschien. Ja, dat kan toch? Iedereen in de admin, toch? Ik weet ook niet wat de snelste route is. Maar ik vind steeds. Het grappig dat Makkers mij nu ook een beetje gaat... Ja, joh, ik heb... Dus ik denk dat het Makkers en Roy zijn. Maar het enige ding is... dubbel kill en het is klaar. Dus er moet gefoten worden. Nou, verder is... Ik weet niet waar René stond... Volgens mij ook kan ik wel kleren. Ik weet van mezelf maar dat ik het stond ook in admin, dus niemand kan dan iemand gekild hebben. Dus dan zou ik voor Roy moeten gaan. Ik ben het niet, echt niet. Ik ga voor Makkers. Ik ga met Patrick nog meegelopen. Ja. Wij zijn volgens mij samen vanaf bovenlangs naar admin gelopen. Oh, here I go again. Bye. Nee. Oké. Jammer. Op zich had Patrick wel een decent story. Hij had een goede reden om mij te verdenken van de kill op Iwan. Dus dat was een goede. Ja, ik had Patrick inderdaad eruit moeten stemmen met Max samen. We hadden moeten samensweren om Patrick eruit te stemmen. Dan was ik niet gevlogen. Kut. Zonde. Ja, zonde. Zo had ik het kunnen voorkomen dat ik doodging. Ik had dus samen met Max op Patrick moeten stemmen. Dan had hij twee stemmen gehad, had ik twee stemmen gehad. Had ik er niet uitgevlogen. Ja. Jammer. Is iets om over na te denken voor de volgende keer dat je in zo'n situatie komt. Ik had inderdaad moeten stemmen, jongens. Dat klopt helemaal. Ik ben benieuwd of Max het gaat uitspelen. I'm curious. Hij gaat deze killen, ja, slim. Heb ik ook gedaan. Goed kill. Goed kill van Makkers. Niemand hier. Eigenlijk even hopen dat hier mensen zijn. Zo, Max gaat snel, joh. Welke pauper was het al die deuren aan die gooien? Overal! Nou, overal! Marcus, het is duidelijk. Yeah. Noah en ik liepen de hele game met z'n tweeën. Dus je maakt me verweer. Ik en Patrick hebben elkaar die 1 seconde uit het oog verloren. Maar dat vind ik niet eerlijk. Toch niet, hè? LOL! Oh man. Hey, ik moet echt even beter gaan begrijpen hoe die voting system werkt. Want Max, als wij dus allebei bijvoorbeeld op één iemand hadden gestemd, had ik 2 votes, had die ander ook 2 votes, had ik er niet uitgegaan.
Ja, ik val voor Franco. De meeste stemmen gelden. Gewoon meeste stemmen gelden is het. Ja. En als er niet gestemd wordt, dan gelden alsnog de meeste stemmen. Maar als het gelijk is, dan is het niemand. Dus als op de laatste seconde maar één iemand stemt, dan geldt. Dus we hadden eigenlijk even allebei op iemand moeten stemmen, Max. Dan hadden we een dubbelkill kunnen maken als ze dead. Toen. Ja, kut. Dat hadden we even maar af moeten stemmen. Hadden we eigenlijk moeten zeggen. Ja, dat kan je natuurlijk niet. Nou ja, één van ons had dan moeten zeggen, nou, ik stem dan wel op Anko of zo. En dan had ik gewoon daarop mee kunnen gaan. Dan hadden we allebei twee stemmen gegeven aan iemand. Maar Roy, je gooit Marcus wel volledig voor de trein, hè? Ja, dat deed ik juist om mezelf iets minder verdacht te maken. Ja, dat snap ik. Ja. Ja, maar Marcus was de eerste ronde zussen nu helemaal niet meer. Ik had jou gewoon moeten killen, Patrick. Jij was tot twee keer toe degene die mij de hele tijd een soort van door kon hebben. Want ja, op zich, mijn kill op Iwan was best wel... Mijn kill op Iwan was best wel decent, hoor. Dat kon jij niet gezien hebben en dat heb je ook niet gezien. Nee, dat zag ik ook niet. Nou, dat is wel slim dat je dan nog even daar naar ging vragen. Even kijken, ik loop een beetje achter op mijn donaties, die behandel ik even snel. Daarna kunnen we starten, ja? Ik heb bijvoorbeeld een nieuwe sponsor erbij, Luc Menting. Luc, ontzettend bedankt voor je sponsorship. Toen had ik Sabine met de 10 euro. Ga je nog een keer een horror game spelen? Die zijn zo grappig en eng. Sabine, ik ben aan het wachten op een nieuwe horror game. Dat is namelijk Resident Evil Village. Oftewel Resident Evil 8. Zodra die er is, ga ik hem helemaal let's playen van begin tot eind op mijn YouTube kanaal. Dus be there or be square. Dat gaat heel erg leuk worden. En dan hebben we nog een 20 euro donatie van, je weet wel, geniet elke dag van alles wat je kijkt. Geniet elke dag van alles wat je kijkt of doet. Iedereen, Rip Castiop. Je weet wel, ontzettend bedankt voor de 20 euro maatje. Leuk om te horen en inderdaad, Rip Castiop, zeker weten. IQ Was met de 5 euro. What up, kan helaas niet blijven, maar toch nog even erbij geweest. Dankjewel, IQ Was. En de Roman met de 3 euro. De crewmates kunnen toch gewoon in jouw stream zien dat jij imposter bent. Ja, alleen, wij hebben het natuurlijk wel een soort van... Ja. Kijken we niet, toch jongens. We hebben wel een ding dat wij dus, dat we de stream, dat zij de stream van mij en dat niet kijken. Er vliegt hier iets rond. Heb ik hem nou? Nou, volgens mij heb ik hem. Oké, je mag starten. We kunnen weer. Ja, ik ben gemute. Helemaal goed. Crewmate. Top. Ik moet zeggen, ik heb ook wel even behoefte aan een crewmate potje. Gewoon andere ontmasker, vind ik wel leuk. Het enige potje dat ik geen imposter was, dat was het potje dat Max en Reno samen imposter waren. En toen hadden ze het gewoon echt shit gespeeld, laten we eerlijk zijn. Het was echt shit gespeeld. Dus, toen was het al heel snel voorbij. Reactor Meltdown. Oké, gaan wij even fixen. Nu hoef ik niet te doen alsof ik een crewmate ben. Nu ben ik gewoon ook echt een crewmate. There you go. Oké. Naar electrical. Hier heb ik namelijk een taskje te volbrengen. Rip. Oh, hier heb ik hem. Heb ik hem nu? Die vlieg. Oh mijn god. Reno gaat me killen waarschijnlijk. Of niet? Oh. Right. Wat worden veel deuren dichtgegooid, ouwe. Annoying. Oké. Elzaatso, 3 euro. Hey maat, ben ik weer. Als je de imposter teammaat naait, als je imposter bent, krijg je 20 euro. Don't know. Nee, dat kan je niet doen, man. Dankjewel voor de 3 euro, maatje. Dankjewel. Dit is wel grappig. Alright. Oh, ja, het is gefixt. Top. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 5 euro van Rens van Engelenburg. Yo Roy, wat een fantastische stream weer. Ik vind Among Us echt een fantastisch spel. Ik ook, man. Ik vind het zo leuk om te spelen. En het wordt ook zo goed bekeken door jullie kijkers. Dat is echt niet normaal. Dus ja, dat vind ik leuk om te zien. Het is echt een spel waarvan ik sinds een hele lange tijd echt weer zeg van... Ja, dit is echt leuk. Dit is gewoon echt leuk om te spelen. Nou, ik moet echt even wachten op Noah. Dus hij is het sowieso niet. Oh man. Ja, dat is ik heb de woord gevonden. Rini was de enige die je kon kleren. Hey jongens, mag ik even gezegd hebben dat Rini zowat elk potje gewoon doodgaat? Als eerste. Of als één van de eerste. Het is echt een sad time. Het is echt een sad time. Big F. Ja, Big F inderdaad. Ik heb nog bij Shields. Op Shields.
Ja, ik heb best wel veel mensen gezien. Bij MedBay waren de meeste, daar was ik ook. Ja, de deur cafetaria. Richting cafetaria, dus ga ik maar even MedBay checken. Hé, ja, dan wil ik even een, ik wil even een fact-check doen. Ik wilde mijzelf scannen bij MedBay en toen stond er waiting for Noah'tje. Dus ik moest wachten tot hij klaar was met scannen. Kan je als imposter die scan faken? Kan niet. Oké, okay, dus dan is Noah sowieso geen imposter. Dat is dan één ding wat ik zeker weet. Ja. En, okay. Iwan, jij had ook waiting for Ik had ook waiting for Noah'tje. Oké, dan ben je ook geen imposter. Dus de Noah en Iwan. Ik denk eerlijk gezegd dat het een zelfreportje is. Fuck ja, ik zweer het. Ja, 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 anders was je al dood geweest. Die stonden er allemaal bij. Maar ik moet met Noah Nee, echt niet. Wie stonden er bij die MedBay-deur? Volgens mij met z'n vijven. Met alles stonden we bij MedBay op een gegeven moment. Ja, ik stond in admin. Nee, een grote groep bedoel ik. Een grote groep stond er. Alleen Ip en Reno niet. Ik kan vanaf Shield naar admin gaan, toch? Ik was in security. Tenminste, ik neem aan dat dit na het laatste reactoralarm is. Ja. Ja, ja, toen stond ik in security. En Rika in mijn chat zegt, Roy, zeg dat het Ido is. Security, Ido, was jij bent het. De camera's gaan kijken, Ido? Oké, Roy, ik vertrouw je. Wat zei je? I trust myself as well. Can we like this? Oh man. Nou, in ieder geval, I got the security. I know. Oh, jongen. Oh man, Patrick, wat doet hij nou? Oh jongens, het kan eigenlijk echt niet meer. Ik ga wel echt stuk als het ook gewoon echt Ido is. Dat zeg ik je wel. Als het echt Ido is, dan ga ik wel echt stuk. Oh man. Moker Ido, jongen. Ido, Ip. Ja, ik denk serieus dat het Reno is. Ik meen het echt. Ik denk echt dat het Reno is. Ik ga gewoon een emergency button indrukken. Ik zeg het. Het is gewoon Ido. Of het is gewoon Reno, sorry. Ik ben helemaal met je eens. Bep. Dat was de emergency button. Ah, ben ik nog gemute. Ik ben helemaal met Roy eens. Oh, ben ik nog gemute? Oh, kut. Ik liet een lekker boertje tijdens dat ik de knop indrukte. Eerst eventjes een 5 euro donatie van Das Mickey vuurwerk. Yo, Roy, ga je dit jaar veel vuurwerk halen? Geen idee eigenlijk, man. Nog helemaal niet over nagedacht. Dankjewel voor de 5 euro, Das Mickey vuurwerk. Nee, ik kwam eigenlijk alleen om te zeggen dat ik gewoon echt vind dat we Reno eruit moeten stemmen. Omdat ik gewoon echt denk dat hij het is. En mijn hele chat ook. Die zeggen dat hij naar Heen gevent is. Die zeggen dat hij naar Shields gevent is. En dat klopt. Want hij ging door een dichte deur. Ik ging door een dichte deur? Ja, dat zegt iedereen in mijn chat. Je ging door een dichte deur heen. Het is Reno, het is Reno, het is Reno. Ik denk dat iedereen even mijn brilletje moet lenen. Het is Reno, het is Reno, het is Reno, het is Reno. Ik heb net de laatste task gedaan bij MedBay. Althans net, al een tijdje. Ik heb nu denk 44 seconden nacht moet ik wachten voordat mijn buisjes klaar zijn. Dat is mijn laatste task. Dus je kan met me meegaan en dan ben ik skippen. Dan kunnen we confirmen of Reno inderdaad de task omhoog gaat. Het is goed, skip maar. Het is echt zo stupid voor jullie dan. Dan gaan we gezellig met z'n allen naar MedBay. Maar ja, Ip is er sowieso al uit, dus hij is al één imposter minder. Maar nu is het dus meeste stemmen geld, nu gaat hij eruit, toch? Nee, want de meeste hadden geskipt. Oh, de meeste hebben geskipt. Oké, nou snap ik het. Oké. Oké. Kijk de hele chat dan. Iedereen denkt dat het Reno is. Oké, laten we even die lichten fixen. Zo. In electrical. Let's see. Idee. Merp. Je kunt doorgaan. Hier heb ik verder geen tasjes te doen. Oké. Ja, ik even naar Shields toe. Hier nog even checken. Iemand. Zo.
Verification. Ja, het is moeilijk, jongens. Wie is de imposter? Ik denk dat Ido het sowieso was. Ik weet niet waarom. Anders had er al lang meer kills gemaakt. Waren al meer kills gemaakt, denk ik. Trouwens, bijna de tas zijn gecomplete, of niet? De pauper. Reactor meltdown. Oké. Okay. Ik weet het niet. Het zou toch wat zijn als we gewoon serieus Ido goed eruit hebben gestemd. Dat zou toch wat zijn. Dat zou toch echt wat zijn. Hey, ja, jongens, wat gebeurt er? Zal ik jullie iets grappigs vertellen? Zal ik jullie iets grappigs vertellen? Nou? Dat we Ido waarschijnlijk echt accuraat eruit hebben gestemd als imposter. Omdat ze anders nu al lang veel meer kills hadden gemaakt. En het is daarnaast Anko. Dag Anko. Ja, ik wist het. Oh, sorry. Het was dus gewoon echt Ido. Oh mijn god. Echt. Ik had echt zo. No, no. Oh mijn god. Oh mijn. Ik misklik het zwaar, ouwe. Ido, hoe krijg je het voor elkaar? Stem je er gewoon uit. We stemmen je er gewoon uit voor de Fatu. En het is ook nog echt Ido ook. Hoe krijgen we het voor elkaar? Het is echt niet normaal. Jij hebt echt een vloek. Jij hebt echt een vloek over je heen hangen, maat. Ik zweer het je. Ik vind het alleen wel heel knap hoe ik door die deur ben heen gegaan. Ja, ja, mijn chat zei het. Die zei dat je daarheen gefant was. Nou ja, ik dacht van oké, het zijn de Noord-Amerika's. Ik zou je zijn brillen kopen dan. Maar jongens, Ido, ik weet het niet hoor, maar als Ido volgende ronde gewoon weer leeft, na de eerste ronde, stemmen we hem gewoon weer voor de Fatu eruit. Dus zullen we het wel weer goed hebben. Was er een haapje, die zei het, Ido. Ja, iemand in mijn chat zei, het is Ido, stem hem eruit. Ik zou, oh sure, Ido. Dus ik stem hem eruit. Jullie gaan er allemaal mee en hij is nog echt imposter ook. Like, hoe dan? Wat goud. Wat goud. Jij hebt het ook niet echt mee met dit soort dingen, hè, Ido? Oh, oh, oh. Ja, ik moet zeggen, dit was de eerste keer. Dus, you know, I'm still fine. Een 8 euro donatie van Rara, wie ben ik? Jorgo, ga je nog eens FIFA streamen? PS, ga je Watch Dogs Legions uploaden? En er is zo'n nieuw horrorspel genaamd de Phasmophobia. Jiraski en Chromotech spelen dat echt een aanrader. Oké. Okay. Nou, misschien moet ik dat maar eens gaan checken dan. Dankjewel. Watch Dogs Legion, of ik dat ga spelen, geen idee. Of ik weer FIFA ga streamen binnenkort, dat sowieso. Dat 100% zelfs. Het is dat ik dit weekend er niet echt tijd voor heb gehad. Maar het volgende weekend kan je denk ik gewoon weer FUT Champions livestreams verwachten. So be there. Dankjewel voor de 8 euro. Goed, laten we weer beginnen. Stem Ido eruit. Let's go. Or kill me, because you know, anders stemmen jullie een crewmate eruit. Ja. Alright. Wat een topspel is het toch ook, hè? Oh, wat een topspel. Zo, drietje tas naast elkaar in electrical. Dan moeten we daar sowieso overheen. Gaan we dat even doen. Fix lights. Oh, dat is voor mij heel chill, want ik moet daar sowieso heen voor mijn tasks. Nou, het is al gefixt. Dus in dat geval... De deuren werden daar dicht gegooid. Dan moet deze eventjes. Gaan we hierheen. Dat mag, ja. Schakelaartje omhoog. Die. En dan deze nog. Merp. 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 Dan nog de O2. Ik ben lekker bezig met mijn tasjes. Wat top. Ja, gefixt. Bezig jongens. Die. Heb ik er hier nog één? Nee, in admin niet. In O2 wel en bij security. O2 2 blijkbaar. Moet ik die even doen? Oh. In. Ip heeft hem goed. Security. Ik wou zeggen admin, maar dat klopt niet. Security. Security. Okay. Nou, kan ik mezelf wel kleren. Ik ben daar letterlijk het hele potje niet geweest. Wie kan beweren dat ik daar ben geweest? Echt al. Ik heb mijn broodje kaas in mijn handen gehouden, want ik had echt honger. Nee, ik was Simon 6 aan het doen. Dus ik had zoiets van, ja, laat die broodje kaas maar zitten. Dan gaan deze keer echt wel mensen op af. Ja, dat dacht ik al. Maar
En ik dacht al, van toen dat alarm afging, zou er iemand in security liggen. Nou, en toen ik klaar was met mijn Simon 6, ben ik daar gaan kijken en voilà, er lag Punty Dunky. Selfreport. Nee, dit is geen selfreport, maar ik zag hem al eerder. Toen ik op de app stond, op de app map, zag ik al dat er iemand in security was zonder dat de camera aan was. Maar dus of hij is teruggekomen om te reporten, kan ook, maar lijkt me niet de slimste tactiek. Ik ben het oprecht niet, maar you know, met die huisregel. Maar... Heb je mensen gezien voordat je die task ging doen? Nee, oprecht niemand. Jongens, let even op wat er in de chat staat. Ip, Ido, stem Ido. Het is Ip, zeg Ido. Ip. You know, you can go for it. Nee, doe maar niet, doe maar niet. Je stemt wel een crewmeter uit. Nee, doe maar niet. Ik denk deze ronde dat Noah is. Ik weet niet waarom. Noah is gewoon al te lang geen imposter geweest. Ik denk gewoon dat Noah is. Ja, en ik vind het echt heel kut. Oh, alleen maar crewmates. Nou, ik ben heel de pot nog niet links geweest. Dus. Nee. De Rock Arkeo, 10 euro. Yo bro, hoe is het? Je verwaarloost die Fortnite een beetje, man. Ik mis de vele video's. Nog bedankt om het te feliciteren. Laatst in stream, omdat ik weer vader was geworden. Geen probleem, de Rock Arkeo. Ja, ik verwaarloos Fortnite misschien een beetje. Maar ik voel me daar momenteel het beste bij. Om gewoon nog een paar keer per week Fortnite te uploaden. Dus vandaar dat het nog een paar keer per week op mijn kanaal online komt. En geen dagelijkse upload meer is. Ik heb daar een hele mooie tijd mee gehad. Met Fortnite elke dag uploaden. Maar het is nu gewoon weer tijd voor nieuwe dingen op mijn kanaal. Dus ja, dat moet je gewoon af en toe een beetje aanvoelen. En ook gewoon vooral je hart volgen. Klinkt misschien heel cliché. Maar het feit dat ik nu niet meer elke dag Fortnite upload. Daar voel ik mezelf heel prettig bij. Omdat ik dan dus meer tijd heb voor andere dingen. Zoals Among Us. Voor GTA Roleplay. En er komen nog heel veel andere vette dingen aan. Dat ga je binnenkort zien. Dus ik snap wat je zegt. Maar ik hoop dat je mijn keuze daarin dan begrijpt. Dankjewel voor de 10 euro, maat. Zeker. Ik heb echt geen idee meer waar ik ben geweest. Toen ben ik teruggegaan naar Electrical. En toen, ja, god. Toen was er dat potje geëindigd volgens mij. Good story, voter. Zijn we zo ook de enige die meeging in de IP-meme? So you know. Dat zijn genoeg, inderdaad. Ja, dat is echt accurate. Nou ja, helaas. Nee, maar oprecht, today, ik ben nu echt niet oprecht. Ja, stemmen we echt allemaal erbij. Ja, ik weet niet, ik zou het liever skippen, maar... Ja, ja, ik heb al... Ik vind het trouwens heel mooi te zien dat we gewoon 4300 kijkers hebben op de stream. Dat is echt niet normaal. Het waren er net zelfs bijna 6000. Ik had er 5900. Ik merk dat vooral als ik imposter ben, dat ik heel veel meer kijkers heb. Dus dat vinden jullie gewoon leuk om te zien. Maar ja, weet je? Hé, hey, oh, dat is een indirecte tip aan jullie. Ik ben nu geen imposter. Ja, ik wou net zeggen, je moet niet meer je kijkers Dat heb ik mezelf automatisch gewoon niet verdacht gemaakt, was niet de bedoeling. Goed, we gaan even blaadjes smijten. Nee, maar ik kan het wel begrijpen hoor. Als ik imposter ben, is het natuurlijk nog net even iets leuker om naar te kijken ofzo. Omdat je dan het hele potje gewoon helemaal naar je eigen hand kan draaien als het ware. Kills kan maken en zo. Dat is allemaal best wel leuk om te doen natuurlijk. Goed, we gaan hier even downloaden. There you go. Wanneer Minecraft wil ik ook weer gaan doen. Maar ja, daar durf ik geen beloftes meer over te maken. Want dan kom ik ze toch weer niet na. Maar ik ben het wel weer van plan om Minecraft te gaan uploaden samen met Makkes. Dus ook dat kunnen jullie weer gaan verwachten. Dat is wel wat ik erover kan zeggen. Echt waar. Het gaat weer terugkomen. Alleen hoe vaak en zo. Minecraft Weekend bijvoorbeeld, daar hoef je nou weer niet op te rekenen. Dat het echt elke vrijdag, zaterdag en zondag om 4:30 online komt. Ik denk ook wat Minecraft betreft dat het veel is als het 1 keer per week is. Snap je wat ik bedoel? Dat zijn gewoon van die games, die vind ik wel leuk, maar niet zo leuk dat ik dat echt meerdere keren per week wil doen ofzo. Snap wat ik bedoel? Even kijken, Upper Engine moet ik zijn. Oh, we gaan naar auto. Max, don't kill me now. Het kan namelijk een Max-playtje zijn, dat we aan de linkerkant liepen. Trouwens, ik ga deze dan wel fixen in admin. Oh, niet nodig. Oké, okay. Even uploaden. Hoppakee. Lekker. Oh wauw, wat wel. Is Ido al dood ofzo? Het is namelijk echt een Ido dingetje om de hele tijd de deur dicht te gooien. Het is echt iets wat alleen Ido doet. Valt me op. Zo. Ik moet alleen nog deze tas doen, ben ik klaar. Joink. Heeft die meltdown. Nou top, mijn tas is echt compleet. Zo simpel kan het zijn. Ja, dankjewel. Ivan. Oké, Ivan kwam uit
communications die... lopen. Oké, okay, deze via storage is die omhoog gelopen naar cafeteria en toen naar Met B gegaan. Wie heeft Ik heb een Met B eens zien lopen. Dat is ja, de laatste. Ja. Toen ik met wie liep ik? Hij kwam vanuit storage. Hij kwam vanuit storage. Dat kan ik bevestigen, want ik zag hem lag daar, nu in lopen. Hij lag nu in Met B. Want ik kwam daar echt letterlijk Ik ben langs Met B gelopen. Dan ben ik met jou, Anko. Dan ben ik met jou. Ik ben met iemand langs Met B en toen zag ik dingen erin lopen. Iemand. Ja, O2 ging af. Toen stond ik in admin. Toen kwam Edo admin ingelopen. En hij ging de download doen, dus zijn broodje kaas had weer in zijn hand. Yep. Voor de tweede keer niet laten vallen. De laatste task was, maar voor mij was het in ieder geval de laatste task. Er hoeft letterlijk nog maar één iemand of zo zijn task te doen, dus ik stem sowieso dat we skippen. Dat hij zijn taak kan afmaken in het treintje en dan zijn ja, we klaar. Ja, maar het kan ook heel, hè? Ja. Oh, hebben we nog niemand uitgestemd? Nee. Oh, zo ja. Dat is waar. Ja, dat is wel het link, nee, man. Dat is inderdaad. Ja. Maar, ik denk dat ik naar Met B vanaf admin. En toen, ik had op de admin gekeken. Ik denk dat sowieso niet dat het Roy is, want die stond daar al bij Reactor. Ik kwam daar ingelopen en toen gingen we naar boven. Toen kwam inderdaad Max later nog weer aan. Ik kwam Noah aan. We zaten letterlijk naast elkaar. Hoe zullen we het later? Ja, dat weet ik niet. Het kan ook aan het internet liggen. Nee. Ik zag ik kan Noah ook kleren. Oké, okay, ik want doe een... Noah die liep admin. Ik heb een tijdje met Noah opgesloten. Om heel snel Noah te kleren, ik ging daar uploaden, Noah liep eruit. Ik was na mijn upload direct op de map gaan kijken en de kill was al gemaakt, want hij lag erin en Noah liep net dat kamertje in en toen werd hij gereport, dus het is geen self-report. Hmm. Dus dan hebben we in principe, nou Roy, ik en Noah zouden dan clear zijn. Ja, voor mij is het sowieso ook Reno. En dan nee, echt niet, 100% niet. Ik heb net mijn... ik moet alleen nog geen reactor en ik moet wachten op mijn sample, die kan ik zo meteen. Maar Anko en Max liepen samen. Ja, ja. Ik zag iemand erin lopen. Reno ging als laatste Met B uit. Dat. Ja, ik ben eruit gekomen toen die sabotage afging. En toen was ik nog mijn buisjes aan het vullen. En toen ben ik eruit gegaan en toen was ik net in de reactor aangekomen. En toen werd die body gereport. Ja, maar de body lag er geen Met B. Nee, het is geen stem maar uit. Ja, nou, ja, oké, ja, fout mij maar. Maar ik ben het echt niet, 100% niet. Ik zei trouwens net dubbel kill. 5 euro van de Rock RKO. Yo bro, ik begrijp dat je nieuwe dingen wil uitproberen. Respect, ik hoop wel op meer FIFA streams. Ja, maar kan alleen nog zijn. Gaat goed komen. De Rock, dankjewel maatje voor 5 euro. Dankjewel. Alright. Heb je gemute, Roy? Hij kan niks doen. Ik heb al mijn tas al gedaan. Dat is even kut. Noah stond stil. Nu werd geactiveerd. Wat die al doen. Max doet het ook gewoon niet. 2, 6, 9, 3, 8. Oké, ga ik nu gelijk voor reporten. Hoe is het? Yeah. Ja. Ik dacht het al. Reno, GG's! Ik stond letterlijk in jou toen ik gekilled werd. Ik vond het echt funny. Ik zag Reno en iemand staan, maar Reno was volgens mij met zijn task bezig. Ja, volgens mij als ik iemand nu kill, ziet hij het niet eens. En jij liep ook gewoon weg van mijn body. Ik dacht dat jij en Makkers er toen waren. Wat? Nee, ik heb het helemaal niet gezien. Sick. Sick. Oké. Okay. Nou, lijp. GG's, jongens. Goed gespeeld. Yeah. Heb jij je bril dan wel op, Reno? Nee. Oh, damn, man. Ja, je verhaal was wel heel weird, hoor, Reno. Ja, dat was letterlijk mijn verhaal. Dat kwam zo mooi uit. Dat kwam zo mooi uit. What the fuck? Nou, okay. Komt u weer, hè? Ja! Oké, ik ben gemuted. 3 task op rij in Electrical. Dan gaan we daar sowieso overheen. Ja. Wat een potje, hè, jongens. Oh, trouwens, laat ik hier even beginnen. Eén iemand is nog niet gemuted. Wie de fuck is dat? Ik hoorde het klikgeluidje. Volgens mij is Patrick dat. Patrick, jij bent nog niet gemuted. Het is makkers. Zo. Oké. Zoep.
gaan we naar storage toe. Reactor meltdown. Ik was onderweg naar reactor en in upper engine zag ik een body liggen. Bij de alignment, zeg maar. Oké. Dus ik weet niet wie er allemaal langs gelopen is. Ik ben daar niet geweest. Hele potje ik niet. Ik kwam net Kaftaria uit om langs met B nu. Ja. Ja, ik kwam eerst, was ik in electrical met jullie. Toen ben ik met Roy door storage gelopen, ben ik naar boven gegaan. Even in met B gestopt en toen liep ik door naar de reactor meltdown. En toen zag ik een body liggen. Maar waar lag hij? Bij upper. Upper engine. Oké. Daar kwam ik, wou ik net naartoe lopen. Oké. Verder iemand daar gezien? Ik heb Max gezien. Gezien het feit dat Max de hele avond al imposter is, vind ik dat we nu gewoon Max een keer eruit moeten stemmen. Wat? No. Dit is crewmate. Doe dip. Come on, doe dip. Ik was geunmute. Let me finally take my revenge. Ik was mijn weapon. Hij is de hele avond is die al fucking imposter. I know, I'm not now. Help me in my revenge, please. Ik kan gecleared worden door Deno, denk ik. Ik ben met hem navigation gewoon. Noah heeft nog iets. Ik stond met Roy en als het goed is, Patrick, stond ik in admin. Ja. En toen heb ik Roy en Patrick tegelijk weg zien lopen. Als het goed is ging Roy naar rechts en Patrick naar links. En daarna ging de reactor af en toen ben ik Roy tegengekomen in cafetaria. Roy en ik liepen met z'n tweeën een stukje naar rechts. Roy was inderdaad iets verder. Op het moment dat de reactor afging, ben ik gelijk naar links gelopen. Op het moment dat de body gecalled werd, was ik net tussen bij de deur zeg maar, van Upper Engine. Dus Reno heeft mij niet kunnen zien bij Medbay, want daar liep Reno, zei hij. En René heeft mij denk ik niet kunnen zien vanwege de vision, omdat ik achter haar liep. Ja, ik heb jou inderdaad niet gezien. Want Roy kan sowieso confirmen, of jij trouwens ook, denk ik. Dat ik drink Hertog Jan, 5 euro. Roy, wat vind je van Hertog Jan bier? Heerlijk. Heel puik bier. Ik heb er ook een paar katjes van staan op het terras. Ik vind het echt heel lekker. Dankjewel voor de 5 euro. En El Zaatsel, 3 euro. Het is Geel, die fakte net een task. Oh, oké. Dankjewel voor de 3 euro. Als je weet dat iedereen achter je aanloopt richting reactor. Er komt net een 3 euro. Toen ben ik daar helemaal alleen geweest hoor. Dus ik heb echt niemand gezien verder. Ik heb geen idee. Er komt net een 3 euro donatie binnen. En die zegt, hier is het is Geel, die fakte net een task. Zegt iemand, in een donatie. Ik heb trouwens, wat dat betreft, want Roy die wilde net Max verdenken, maar ik zag toen Max wegliep vanaf die grote weapon, zag ik er ook niks bij komen. En daar komt dan een aanzienlijk stuk bij de bar erbij, als je de weapons meteorite task hebt gedaan. Dus dat vond ik ook wel even. Heb je mij niet horen klikken? Ik was per ongeluk nog geunmute. Ja, je kan toch ook klikken om je sabotageknop in te drukken? Inderdaad, dat zou nog kunnen. Ja, ik weet het allemaal niet. Ik vind Max wel verdacht, ik ga het sowieso in de gaten houden. Ik zou sowieso je skippen, maar... Ivo, Brojo is sponsor geworden, dankjewel! Dankjewel voor je sponsorship. Je hebt vanaf nu een groene naam in de chat en een Royal Instant badge voor je naam. Ontzettend bedankt voor je support, thanks! Oké. Nou, er is niemand uitgevallen. Ogen zoet open houden. Dan gaan we deze kant op. Hoppakee. Voerkan raid! Nee joh! What's up Voerkan, dat is lekker maat. Dankjewel voor je raid. I appreciate it. Dankjewel naar iedereen die nu via Voerkan's livestream bij deze livestream terecht is gekomen. Dank jullie wel. Shout naar jullie allemaal jongens. Goed, ga ik eventjes op de camera's kijken. Dat heb ik al lang niet meer gedaan, screwmate zijn. Ip komt ook security binnenrennen. Ip rent security uit. Patrick en Max crossen elkaar. Navigation. De lights. Alright, gaan we de lights fixen. Zo gedaan trouwens.
Ivan is Ido in de gaten aan het houden. Ik ga het even aan de camera's. Mino is hier ook. Hij loopt naar boven. Met B. Hij gaat met B in. Hij loopt weer met B uit, oké. Okay. Weer de lights. Oh, is gefixt door Noah. Top, deuren worden dichtgegooid. Wij zijn opgesloten. Raar, to be honest. Ik heb Reno gevonden in de cafeteria. En ik ben eigenlijk alleen maar naar de rechterkant van de map geweest. En jij bent weer degene die hem report. Ja, ik vind het ook gek. Ik kom alleen maar lijken tegen. Dan is het Rini of Iwan. Want wij liepen daten met z'n vieren. Of ja, allebei. Ik sta al best wel een tijd in security. Ik weet niet of mensen het lampje hebben aangezien. Ja, ja, maar dat ben ik 9 van 10 keer geweest. Ik stond letterlijk inderdaad in admin. En ik had al het idee dat er iemand was gekild in cafeteria. Want toen de lampen uitgingen, liep er iemand uit. Ik weet niet welke kant op, maar toen gingen de deuren van cafeteria, toen de lampen weer aan waren, gingen dicht. Dus ik kon er niet inlopen. Mag dus ik zeggen, ja, het is lopen, een best wel late report ook. Dus het is een mini in dit... Verhad, 3 euro, Jogo, ik ben 18 jaar, ik kijk al heel lang naar je en ben zelfs naar je theatershows geweest in Spijkenisse. Ik begrijp niet waar je zoveel haat krijgt en geroast wordt. Je vermaakt de meeste mensen gewoon. Wees gewoon jezelf en blijf in Don de vlogs. Verhad, ontzettend bedankt maakt voor de 3 euro. Ja, ontzettend bedankt maar voor je bericht. Tof. Hennert met de 3 euro. Stel alles was ineens normaal. Naar welk festival zou je dan als eerst gaan? Heb je nog een goede nieuwe plaat voor onze hardere, steile genieters? Hennert, dankjewel voor de 3 euro. Defcon, sowieso. Dat zou de eerste festival waar ik heen zou gaan. Eerste feest zou Climax zijn. En een nieuwe hardstyle plaat die heel erg goed is. Fire van Future Noise zou voor nu dan de aanrader zijn. Fire van Future Noise. Moet je echt even luisteren. Linksonder door cafetaria als het ware. Gewoon helemaal de muur. Die lag zeg maar bij de ingang van Weapons. Oh, zo bedoel je. Je bent wel bovenlangs gelopen. In ja, precies. Maar gewoon tegen de muur aan huggend. Max, ik vind jou ook een beetje passief. Mij? Mm-hmm. Ja, als er een aan het praten is, ben ik gemute. Dus dan kan ik literally niks zeggen. Maar ik wil gelijk bij Patrick. Ik wil bij Patrick blijven. Heel graag. Maar ik denk oprecht dat Ivan een van de twee is. Ik sta echt al knijtenlang in security. Wie heb jij dan? Heb jij iemand zien lopen? Want ik heb niemand langs admin zien lopen, dus. Wanneer? Heb jij iemand langs matchbase zien lopen toen de lichten uit waren, zeg maar? Nope, toen. Nee, toch niet. Want toen de lichten uit waren, stond ik letterlijk links onder in de cafeteria. En rende ik richting security. Ja, dan ben jij voor mij oprecht de meeste dag, maar ja, het zijn een beetje. Een beetje loze woorden wat mij betreft, maar ja, ik weet niet. Ik ben letterlijk recht naar security toe gegaan, want ik ben vrijwel klaar met mijn task. Voor mij is Iwan ook een meester zus, maar inderdaad, de tasks zijn wel bijna klaar allemaal. Ja. Yep. Maar Ido is de enige die zegt dat René niet gekild kan hebben, omdat het lijkt er waarschijnlijk al een tijdje lag. Het lag daar sowieso al een tijd. En Iwan kan confirmen dat ik uit admin loop. Want het lijkt ja, lag dat er heb al. Ik gezien, toen wilde ja. ik, toen de deuren van cafeteria weer open gingen, wilde ik daar naar binnen lopen. Ik zeg niet dat Rini niet meer zus is, maar deze kill kan ze niet hebben. Want het lijkt lag er al. Weet je wie ik denk dat het zijn? Patrick en Iwan. Nou, dan zit je fout. Nou, dan zit je bij twee Patrick. Fronten fout. Iwan weet ik niet, maar Patrick wel. Ik skip hem en ik ga René wel volgen. Ik ga mijn test gewoon afmaken. Maar inderdaad, maar mijn test. 28 euro van Parajax. Ik heb ergens gelezen dat binnenkort detective mode zal komen in Among Us. Detective mode? Damn. In ieder geval weer ontzettend bedankt voor de 28 euro donatie, Parajax. En wat detective mode dan in zou moeten houden, geen idee. Maar zou in ieder geval wel leuk zijn als ze inderdaad weer met nieuwe modes aankomen. Nieuwe game modes, updates, dat soort dingen. Dat is altijd leuk. Goed, ik ga nu even heel veel tasks doen. Want ik heb deze trouwens bijna nooit gehad. Deze in het hoekje helemaal hier. We gaan met deze kant op navigation. Zo. Ik denk dat ik beter door kan gaan met mijn
task. Nou, trouwens, O2 kan ik makkelijk fixen, ben ik echt in de buurt. Dat wil ik wel doen. 08488. Hoppakee. En dan ga ik naar communications toe. We zijn echt bijna klaar met de task nu. Huh? Oh, hier. Deze moet ik doen. Download. Maar Parajax, ontzettend bedankt voor je 28 euro donatie. Echt niet normaal. Bijna 1000 euro in totaal deze livestream. Het gaat helemaal nergens over. Echt niet. Alright, gaan we deze kant op. Ik ga gewoon snel mijn task doen. Zo. Zo zodat de kills zijn gemaakt inmiddels. Dat weet ik al zeker. Hop. There you go. De lights moeten gefixt worden. En hier worden sowieso allemaal kills gemaakt. Lower engine. Okay. Mijn laatste tas nu met B. Oh, ik moet nog één tas, jongens, dan zijn ze klaar. Lijkt me duidelijk dat het alleen was, toch? Ja. Die was nog wel. Heeft hij gewoon twee keer een self-report gedaan? Wauw, dan noem ik dat vanaf nu de Rini tactic. Eerlijk gezegd, als ik eerlijk was, ik heb die twee kills niet. Dit is mijn eerste kill in de hele game. Ik zweer je, promise. Nee, het is de andere. Die laatste heeft ze inderdaad niet gemaakt, of die ene toe. Maar deze heeft ze sowieso gemaakt. Ja, nou sorry, ik moest wel doen, jongen, gast. Maar die andere twee, die heb ik echt oprecht niet gedaan. Dat kan ik echt garanderen. Die heb ik niet gekilled, ik zweer. Oh, Max is ook gewoon als dood. Ik het goed begrijp, hoeft Roy alleen nog maar de upper engine. Ja, ik moet nee, met B. Met B heb ik nog één laatste tas. Oh, okay. Dus dan gaan we daar gezellig met z'n allen heen. Dan hebben ze verloren. Dan hebben de imposters verloren. Verloren. Ja. Oké, here we go. Oh mijn god, Ivan. Het is Ivan, hij gooide de deur voor mijn neus dicht. Fuck jou. Denk ik ook. Toen die stilstond. 2-1. Kamer. Ja, Ivan oprotten. Dag Ivan. Dag Ivan. Ik had al zo'n gevoel. Dag. Het was toch kansloos. U kan doorgaan. Hij gooit gewoon de deuren voor mijn pauper dicht. Van het set dat je mij verdacht. Dan gewoon tijd rekken, wie weet. Dat valt me trouwens wel op, man. Als iemand geaccused wordt, reageert hij ook heel fel terug. Een beetje een ippetje wat dat betreft. Dan is het echt fel terugreageren. Zo van, nee, ik ben het helemaal niet. Vind ik een beetje een rare inquisition. Vind ik een rare beschuldiging. Wat deed ik dat? Ja, je kan duidelijk zien dat die film met Inno omgaat. Ik knip of ik knip. Dat is echt zo. True. Ja, het is echt zo. Het is echt zo. Als iemand beschuldigd wordt en hij is imposter, dan wordt hij best wel een beetje. Is hij echt triggerd. Dan gaat hij zichzelf echt verweren en zo. Hoor je natuurlijk ook wat te doen hoor. Maar gewoon een beetje op de IP-manier. Valt me op, schijnen. Okay, let's go. Riep. Iep, 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 iep. Zo. Nou, good luck, boys. Ja. Nee, een crewmate. Ja, jongens, ik heb weer even mijn crewmate-vibe. Ik zit alleen maar in de crewmate-vibe. Maakt niet uit. Ik vind crewmates zijn ook heel erg leuk om mensen te ontmaskeren en zo. Dus op zich is het niet heel erg, maar nu al best wel weer lange tijd geen imposter geweest. Dat is natuurlijk wel jammer, want ik weet dat jullie dat leuk vinden om te kijken. Maar ja, helaas kan ik het... Oh, wat de hel? Noah die komt letterlijk net O2 inlopen en die had hem recht voor mijn neus. Dit is echt zo'n typische Edo. Edo weg. Edo, doei. Doei. Deze keer werkt het echt niet. Edo, doei. En anders is het volgende ronde Noah, dus jij bonjourt er sowieso uit. Stem dan volgende ronde Noah eruit, you know. Ik zou niet hier toch niks tegen doen. Nee, maar bij Noah hoor ik het gelijk. Bij Noah hoor ik het gelijk. Hij is gewoon legit. Het is gewoon een ippetje. U kan gewoon opbouten. De lampen gingen uit en ik dacht, nou, ik zie twee mensen O2 lopen, ik ga kijken en een appje loopt echt. Dag, Ip, doei. Wat ben je toch een goede imposter altijd, hè? U kan doorgaan. Knip, Ip. U kan doorgaan, Ip. Tot ziens. Imposter, Ip. Oh mijn god, wat een pauperd is het ook, jongen. En dan probeert hij Noah te beschuldigen omdat hij betrapt werd. Hij werd gewoon gecalled in die act. Gewoon een inhoudje inderdaad, jongens. Echt een heel ziek inhoudje gewoon. Oh, 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 oh. Hup. Nou, gaan we die lichten nog een keer fixen of blijven we hier kutten met z'n allen?
Oh mijn god, worden nu de deuren dichtgegooid. Wie is hier weggevent? Wie de pauperd is daar weggevent? Huh? I don't know. Die Ido, hè. Het is toch niet te geloven. Wat een figuur. Schakelaartje om. Ik had hier toch nog een tas, of niet? Oh, nee, shields. Oké. Okay. Dag, Iwan. Yum, yum, yum. Het is een gevaarlijke tas daar, man, met die vent. Iemand kan daar heel makkelijk gewoon... Ja, een imposter kan daar heel makkelijk een kill maken en gelijk wegventen. Ja. Gamer, was net klaar, bijna. Ik kwam uit de camera's gelopen. En ik heb trouwens bij Upper Engine lag het. Ik stond even bij de camera's te kijken. En ik kwam eruit lopen en ik zag René net van Upper Engine aflopen. En daar lag Woody. Ja, oké, maar ik kom jij van hebt... Lower Engine, ik maar... ben niet in Upper geweest. Maar als het ik goed bedoel, is... in die gang bij Reactor, daar stond jij stil. Daar keerde jij, naar beneden, naar Lower. Toch? Reno. Ja, ik ging even heen en weer inderdaad. Ik wist niet welke kant ik naar over moest voor hebt... die O2. Je hebt Vision, hè, daarboven. Dat heb je op de security. Dus wie heb je daar allemaal zien lopen dan? René. Alleen René. Dus alleen mij, dat kan niet hoor. En Patrick liep daar. Ik ben net vanaf onder geweest. Patrick en René liepen daar, bij Reactor. Naar, ja, daar, Patrick is dood. Patrick dus is dood. Dus ben ik daar uitgegaan. En toen, toen zag ik Patrick daar liggen en René die liep naar beneden, naar Lower toe. Nee, ik kom letterlijk van Lower af, ik ben in het midden even gestopt. René laat mij crossen. En toen lag boven die body bij Upper. Nou ja, okay. Dat is wat ik heb gezien. Dat klopt niet. Nee, goed. Ik geloof het niet. Ik geloof dat ah, Reno dat is wat het ik is. Heb gezien. René die kwam langs mij lopen en toen ben ik daar naartoe gegaan, want ik zag hun twee naar boven lopen. En ja, voor de rest zag ik helemaal niks gebeuren, al een paar seconden niet. Ik vond jou naar Reno, sorry. Alleen naar Lower gegaan. Ik vote voor Reno. Renootje of een, ik denk dat het een Renootje is. Ja, nee, een Renootje. Gewoon zichzelf niet verdacht maken door een ander man. Ja, wat ik heb gezien, voor de trein. René die kwam daar vanuit daar lopen. Naar beneden toe, naar ik Lower. Ik kom niet op Reno. En dan. Hey, ik kom niet uit Upper. Ik ben alleen Lower geweest. En bij de ingang en van de reactor, toen dacht ik, toch één keer naar beneden. En als is de volgende geweest. Ronde inderdaad Reno. Precies wat dus. Ik zeg. Max, wat doe jij? Ik weet het niet. Volgens mij heeft iedereen op Reno gefoto's. Ja. Mijn foto is weer echt geldig, dus ik stem op Noah. Auw! Ik moet niet. Mijn foto had al niet meer gegeld. Geen geld. Geef niet. Ja! Reno, dwars doorheen geprikt door die leugen van jou, pauperd. Echt dwars doorheen geprikt. Heerlijk. Lekker. Noah heeft zijn broodje kaas niet laten vallen. En daardoor ben ik er nu bij. Edo, je bent gewoon zo bout, gast. Echt. Yeah, dat is niet normaal. Echt niet normaal. Nou ja, normaal. Ik heb wel laten vallen, alleen ik zag jullie twee daar in O2 staan. Dus ik dacht, ik ga toch... En Reno, ik weet niet wat het met jou is, maar jij kan niet liegen, man. Ik hoor gewoon aan je verhaal dat het een leugen was. En ook zo agressief, ook... Nee, niet agressief, maar in de zin van een aggressive play. Gewoon gelijk op René foten en ons allemaal zo snel mogelijk maar erin meekrijgen. Ik weet niet, het was gewoon echt heel, heel duidelijk dat het een leugen was. Heel duidelijk was het. Voor mij dan. Ik was heel bang dat ik eruit zou gaan. Ja, je moest wat, dat is waar. Jawel! Jawel! Oké, jongens, dit gaat een potje worden. Ik hoop het tenminste, voor ons allemaal. Ben ik gemute? Anders ga ik janken. Ja, ik ben gemute. Oké. Woe! Ik ga gelijk saboteren. Oh, toe. We gaan die kant op. Ik heb het in AFK. Huh? Waar is Anko heen? The fuck? Huh? Ineens was Anko weg, hij liep daar toch? Of niet? Oké. Ik snap daar legit echt geen reet van. Hoe hij daar weg kon zijn ineens, maar... Okay, loopt hier iemand, zeg maar dat hier iemand is. Hier is iemand, hier is alleen. Aan die kant op. Oké, en ze lopen weg. René? Ja? Wat heb jij gedaan? Ik heb helemaal niks gedaan. Ik kom jou tegen. En ik zag... Ik kwam jou tegen. Ja, en ik zag jou... Jij was verlegen. Ik was gewoon een beetje gek met mijn weapons. Ik denk, nou, ik blijf op hem wachten. Ik kom letterlijk vanaf cafeteria. Dus ik ben niet eens in de vacation geweest. En ik vind hem eigenlijk samen met Max. In de vacation. Max.
Oké, dat is moeilijk praten. Nee, maar Noah, waar kom jij vandaan? Jij kwam ook van onder. Mijn point. Ik ben een OT geweest, meer niet. Mag wel. Nee, meer niet, want Reno die lag in Navigation. Nee, daar ben ik niet geweest. Ik ben alleen nog maar links geweest en Patrick kwam ik tegen in... Hoe heet dat ook alweer? Het is ja, René of Noah. Waar was Roy dan? Want ik kwam Roy tegen, die liep richting Shields. Ja, klopt. Daar ben ik ook gebleven. Tegen de tijd dat er gereport werd, toen was ik daar nog steeds. Ik ben toen letterlijk teruggelopen door Shields en ik was nu bij Navigation en liep bijna net iets naast. Ik zag Rini nog naar binnen toe lopen bij Navigation. Ja. Maar de body is dus in Navigation gevonden. Is dat dan een vraag aan mij? Of? Nou ja, enigszins, want jij ging richting Shields. Ja? Toen kwam ik achter jou aan richting Shields en in Shields was niemand. Dat is niet waar, want ik was in Shields. That's not the truth, my dude. Ik was in Shields. Ja, dat is wat ik gezien heb, hè. Ja, I don't know, maar... Ja, nee, echt niet. Dan heb je echt waanideeën. Want ik was in Shields. Ik stond helemaal onderaan bij die task. Heb je me dan niet gewoon over het hoofd gezien? Dat is best wel zo'n blind spot. Die daaronder, waar je die cirkels moet uitdrukken. Snap je dan wat ik bedoel? Ja, ik snap die wat die soort van zeshoekachtige dingen. Volgens mij stond daar niemand. Ik zei nog tegen mezelf van Roy liep richting Shields en... Toen rende ik door richting Nef, maar... Nee, ik was daar echt. Niet. Ik zweer het, ik was daar echt. En ik heb daar best wel nog strak kutten, want ik heb een donatie toen voorgelezen. Toen ik, tijdens dat ik met die dingen bezig was. En toen werd er gereport. Ik ben daar achter gebleven. Maar voor de goede orde, body is in Navigation. Ja, apparently. Dan zijn er denk ik twee mensen die mij kunnen clearen. René heeft mij denk ik in admin gezien. En vervolgens heeft Anko mij in Electrical gezien. Ja, zeker. En ik ben alleen maar op de linkerkant geweest. Ik heb voor de rest niemand ben ik tegengekomen, behalve Patrick op het laatst. Maar als iemand wil weten waar ik de hele tijd ben geweest, ja, ik ben naar de wc, dus, you know. Ik heb niks gezien. Oh, yeah. Edgar is ook imposter. Hij bedriegt mijn setup hier. Edgar, go. He's red, ook, you know. Ook imposter. Ja, ook imposter. Als maar wie zijn er ook met de imposters? Wie zei dat ze René Navigation heeft zien lopen? Iemand zei dat net. Ja, dat zei iemand net, maar dan bevestigt dat trouwens toch alleen maar dat René de kill zou kunnen hebben gemaakt als die body in Navigation is gevonden. Kan echt totaal niet, want René die liep echt net op het moment erin en toen werd hij gereport. Dus die kan nooit die kill hebben gemaakt. Cafeteria. Ik loop weapons in, ik zie Noah bij de camera's. Ik zie Max bij die de raam staan en kutten. We lopen samen naar Navigation en we vinden eigenlijk zo'n body. Ik ben helemaal niet in Navigation geweest eerder. Ik heb geskipt. Ik zou skippen, maar ik vind dat verhaal van Roy raar, maar ik skip hem. Is de truth, maar dude, ik stond daar in jouw blind spot dan, denk ik. Want die range is gewoon best wel wat kleiner geworden. Ik heb daar nog wat donaties op gelezen. Ik wou er eigenlijk zeggen, kijk mijn stream maar dat moet je niet doen natuurlijk. Maar, ja. Weapons. Ja, deze task even doen. Deze duurt natuurlijk best wel lang. Dus wat ik dan even doe, is dat ik reactor af laat gaan. Dat duurt me een beetje te lang eigenlijk. Om die te faken. Net iets te lang. Goed, gaan we even lekker reactor fixen samen, Patrick. Ja? Oké, let's go, man. Oude crewmate van me. Oh, het is al gefixt. Oh, jammer. Nou, dan gaan we er maar weer vandoor, hè, Patrick. Loopt er iemand toevallig met B binnen? Zou ik best wel grappig vinden. Oh, Rini, niet jij. Not you. Jij bent een mede-impostor. Jij moet niet in dezelfde ruimte zitten als waar ik me natuurlijk bevind. Zullen we even deze kant op. We saboteren communications. Is het gelukt? Oh shit, dat was niet de bedoeling, maar... heb ik nou iets gesaboteerd, by the way? Oh shit, hier moet ik echt totaal niet heen. Ook gewoon, kan ik hier eruit venten? Ik vind eruit venten altijd zo eng om te doen. Oeh, er zit iemand op de camera's te kijken, ik zie het. Er zit iemand op de camera's te kijken. Spotted that. Roger that. Noah, jij loopt met mij lekker deze kant op, kom. Oh, held down. Oh, die kill, hoe kom ik daar weer weg? Het scheelt zo niks. Oké. Oh mijn god, ik hield mijn hart vast daar. Jezus, hoe ben ik daar weer weggekomen? Ik doe het gewoon.
Max! Ja, lach maar. Nee. Hier ga je niet meer wegkomen. You got caught in the act. Een klein ippetje voor jou, Max. Ik wil dit horen, want ik heb ook iets gezien. Ja, Max. Ik wil horen wie wat zegt. Max killt gewoon letterlijk Patrick voor mijn neus. Dat is letterlijk wat er gebeurt in Lower Waar Engine. Waar is die kill gemaakt? In Lower Engine. Ja, maar Max die komt vanaf Electrical weer teruglopen naar Lower Engine. Hoezo vanaf Electrical? Nee, vanaf die kant. Want ik zag jou in dat gangetje van die kant weer terug. Geloof me, Ido, trust me. Hij maakt recht voor mijn neus de kill op Patrick. Ik zweer het je. Nee, voordat jij gaat zwemmen. Ik ga jou nu gewoon eruit stemmen. Want jij hebt letterlijk een kill voor mijn neus gemaakt. Dus ik heb niet... Ja, dat mag. Ja. Doe jezelf maar onder de keel. Iwan is ook al dood, hè? Het is puur een geloofje op het moment van wie, van iedereen. Vraag maar voordat jullie gaan stemmen. Ja, ik moet wel eerlijk zeggen dat Roy wel heel erg blij is. Ja, tuurlijk, gast. Ik betrap hem. Ik zie hem gewoon een ippetje doen. Ik kan hem net zo goed Ip 2 noemen. Nog niet foto's gaan invragen. Ip 2! Ik kan alles aan me navragen. Maar dat is ik, ippetje. Waarom ben jij het niet? Wat? Waarom ben jij het niet? Nou, gaan we vragen wat mijn route... Oké, mijn route, hold on. Ik heb jou onderin mijn tegengekomen, first of all. Mm-hmm. Ik wil even denken hoor, hoe ik helemaal ben gelopen. Toen ben ik naar... Ik heb eerst dit teruggegaan, helemaal naar communicatie. Toen ik jou tegen ben gekomen, ik achter jou aangelopen omdat ik jouw zus, Noah. Mm-hmm. Ik zus jou, dus ik ging achter jou aan, ben je niet meer tegengekomen. Verder toen was ik eenmaal in Weapons aangekomen, toen heb ik als goeds Anko tegengekomen. Ja, ik ben jou ook tegengekomen. Ja, en ik was, zag je me dat ik aan het checken was, dat ik naar binnen en buiten liep, gewoon bij elke kamer een beetje. Althans, toevallig zag ik jou daar dan. Ik was gewoon overal aan het checken. Nou, toen ben ik doorgelopen richting Upper Engine. Toen kwam die reactor meltdown en die was volgens mij door Ido en Roy gedaan. Toen ging Ido security in, ik volgde Roy richting Lower Engine, liep richting Electrical, maar zag letterlijk gewoon Roy Patrick killen, want die stond volgens mij, ik weet niet wat daar links ja, stond. Ja, dus. En toen liep ik terug en report ik. Ja, maar oprecht, wat ik zeg klopt dan toch ook, want ik zag jou weer ja, ik was letterlijk aan het begin van de gang. Ja, oké, maar ik zeg ook niet dat je ver nee, okay, ik dacht kwam. Dat je ik kwam jou, ik zag je alleen van dat gangetje komen, dus ja, dan kan ik echt Max killen in dit geval. Ik dacht dat je, ja, nou, dit zeg nee, klopt wel, hè. Het is echt Max, maar stem hem er maar uit, het is fijn. Maar dan laten jullie gewoon een Ippie, dan laten jullie Ippie 2.0 gaan, echt waar. Ik weet het echt niet. Ik weet echt niet wie ik moet kiezen op dit moment. Het is echt... Ik weet niet wat er gebeurd is. Ik was hierbij. Het is echt Ip 2. Wie kan ik leren, Noah? Max. Ja, die heb ik net letterlijk van rechts weer terug. Dat, zeg maar, hij zat een stukje in dat gangetje. Niet ver in die gang, maar gewoon een stukje. En hij kwam weer teruglopen. Dus dat wat hij zegt klopt wel. Edo, gast, wat lul je. Dat is ook gewoon niet eens vaak. Ook gewoon. Ja, dan ben jij gewoon mede-imposter. Hebben we al een keer iemand eruit gestemd? Of niet? Nou, dan ben ik misschien de derde imposter. Ja, nee, maar echt. Dan echt, want het klopt niet wat je zegt. Een vriendelijke crewmate die mij inderdaad helpt hier. Nee. Het klopt gewoon echt niet wat je zegt. Ik loop Lower Engine binnen en ik zie gewoon Makkes daar de kill maken op Patrick. Waar, jij was niet eens in de buurt. Jawel, hey, want ik stond boven in Lower Engine. Je zit nu gewoon een Makkes story te coveren, terwijl je het niet eens kan coveren. Dat is, vind ik heel bijzonder. Ik heb nog niet eens gefoot. Maar... Let me remember the Rini vote op me. Oké, nou jongens, good luck tegen drie imposters. Damn it, fuck. Ik had die laatste kill niet moeten maken. Ik was iets te hebberig. Ja, dat kan ik gewoon eerlijk toegeven, jongens. Als ik een foutje maak in het gamen, of het nou in het game is, of gewoon überhaupt in live, you know. Ik kan het meestal wel toegeven, zoals nu ook. Ik was net iets te killgierig. Mijn vorige kills waren eigenlijk allemaal wel netjes. Maar die laatste kill die ik maakte, had ik beter even gewoon kunnen denken van... Laat het nog even, weet je. Maar ik zat zo in een goede vibe van lekkere kills. Ik dacht, ik moet het gewoon doen. Hallo? Hallo. Wat is het? Nou... 5 euro trouwens van Rens, mocht je illegaal vuurwerk hebben, Cobra 6 nitraten of Shells, is mooi speelgoed voor oud en nieuw. Rens, ging alleen maar rondjes 5 euro om die tafel. Ja, Max liep er dan aan. En Cobra 6 nitraten, mooi knap. Ja, nou je taken, die kan je namelijk nog niet af hebben. Zeker wel, ik ben Speedy Gonzales. Ja, nee, dat denk ik niet. Ik ben serieus, ik wist niet of ik mijn stem, hè. Het was allemaal zo onduidelijk, iedereen ging tegen elkaar, wie moet ik nou geloven? Ja, maar je kan je taken nog niet gedaan. Nee. Dat is nog erger. Beetje lappen zitten, GG. Oh, ja, oké. GG. GG, guys. Well done. GG's. Ik had een paar mooie kills, maar bij de laatste kill was ik gewoon net iets te gierig. Was jammer. Dus, ik vond het gewoon een raar verhaal of zo. Ik geloof maar één ding had ik echt mazzel mee. Ik killde Iwan.
echt... Oh mijn god, dat was echt te ziek voor woorden. Wacht, let op, ik vertel het even. Ik zat in de vent, dat ging per ongeluk. Ik dacht, kut, oké, ja, dan moet ik er toch weer een keer uit, weet je wel. Dus ik de hele tijd mijn moment afwacht tot ik uit de vent zou stappen. Stap ik uit de vent, na heel lang wachten, in cafeteria, komt Iwan aanlopen. Dus je had mij gewoon uit de vent zien gaan, als het goed is tenminste. Dus ik steek gelijk Iwan neer. En Iwan, of, toen kwam Noah aanlopen vanuit storage, of vanuit admin, daartussendoor in ieder geval dat gangetje naar boven, cafeteria in. Als hij één stap naar rechts had gedaan, had hij Iwan zien liggen, en dan was ik de lul. Maar hij deed een stap naar links, hij ging richting Madbay. Ik dacht, yes! Yes! Oh, ik was zo blij! Ik was zo blij! Hij echt, het scheelde denk ik 50 centimeter of hij had Iwan dood zien liggen. Wie heeft die eerste kill gemaakt? Goh, je had die kill notification ook gemaakt, of niet? Welke kill had ik gemaakt? Ja, die navigation, dat ik zei. Jazeker, jazeker. Ja, precies. Daarom heb ik jou gekleerd, wat denk je nou? Oh, alleen, het gaf me wel een extra reden dat ik jou natuurlijk... Jij hebt mij betrapt op de vent, dus toen wist ik wel maar van... Ja, nu moet iemand al helemaal dood. Maar ik focuste je al een beetje, maar ja, toen al helemaal natuurlijk. Nou, ik vond het een heel leuk potje, alleen mijn laatste kill is iets te gierig. Maar goed, dat kan gebeuren. Let's go, laten we nog één doen. You sounded is voor mij de laatste in elk geval. Nou, Patrick... Oké. Oké, good luck, Aikies. Good luck. Oké. Ik ga deze even lekker faken. Dat vind ik leuk. Ik hou ervan om deze te faken. Ik ben gewoon weer imposter. Ik weet niet hoe ik het in één keer voor elkaar krijg om nu uit het niets deed het imposter te zijn. Maar ja, ik krijg het toch echt voor elkaar. We gaan de lights even fixen natuurlijk. Want ik ben een hele goede crewmate. Natuurlijk ben ik dat. Kijk, en dan gooien we de deur even dicht hier. En hoop ik dat hier iemand is. Dat is het geval. Maar Patrick is er ook nog, dus ja. Dan kan ik geen kill maken. Jammer. Ik dacht, ik pull the play. Dat ik gewoon... We gaan de deuren dichtgooien natuurlijk. O2. Zo, het zijn hier veel mensen. Ik loop de hele tijd een beetje bij mij, is fucked up. Oh, de deuren zijn hier dicht. Deuren daar even dicht. Zodat die body nog niet gevonden kan worden. Okay, we kunnen nu weer een kill maken. Even kijken, is hier iemand? Nee, jammer. Hier is ook niemand. Gezellig, Anko. Wat? Gezellig dat je daar van boven kwam waar die body lag. Erg ik kwam trappant gewoon en zo. Ik kwam van security. Ik kwam van security. Ging naar beneden. Ja, en, security, en waar lag de body? Want je noemt wel gelijk mijn naam, maar ik heb geen flauw benul wat er allemaal gebeurt hier. Een reactor. En jij kwam lekker van boven. Ik kwam uit security. Nou, Rini is ook dood. Oh, ik kwam uit security, ging ik gelijk naar beneden. Er was geen reactor meltdown in daar gaande. Daarvoor. Ook niet een dingetje of zo. Die jij dus lekker niet gedaan hebt, die terwijl jij. Jawel, ik heb dat samen met Ido gedaan, maar die is nu dood. Ja, ik kan me daar, nu niet bevestigen. Daar. Waar jij was. Dat is voor mij duidelijk. Ja, maar. Ik had Anko sowieso als zus eerder al een keer. Ik ging eerst inderdaad naar reactor, die ging af. Ik heb samen met Ido heb ik die gekleerd. Ben ik vervolgens naar de security gegaan.
Nou, fijn. Iedereen en overal loopt ergens heen. Ben ik vervolgens naar beneden gegaan, ook richting Electrical. En word ik nu ineens gesust. Maar wie had ik daar in de buurt ben? Wie waren er nog meer bij Reactor? Verder niemand. Ik heb verder niemand gezien. Niemand. En ook niet op security. Ik was bij admin aan het. Dan is het al helemaal duidelijk, toch? Als je ook niemand op security hebt gezien. Letterlijk, er staat een cam in dat blokkie. In dat hoekje. Ja, maar voordat ik eruit ging, werd er ook een deuren dichtgeklapt. Die was er bovenin, als het goed is. Maar ik moest toch naar Electrical, dus ik liep gewoon verder. Huh? Alweer naar Electrical? Je was er net ook al in Electrical met mij. Nee. Toen ik bij security was. Janko. Ja, schuif ook maar. Oké, Panko, maat. Jezus! Oké, Panko. Nou, Red Pill met jongens, GG. Oh, man. Daar ging Anko! Oké, ja, dat is fucked up. Dan ben ik nog maar alleen. Impostor. Oh, deze deur wordt gewoon even dichtgegooid. Oké, kan ik doen alsof ik daar echt frustrated over ben. Zo van, ah, maar man, ik wilde hier echt naar binnen. Ja, top. Kijk, zo. Even deze kant op. Oh, O2. Nou, is chill, want Patrick loopt hier alleen. Het is Roy. Het is Roy niet. Waarom is het Roy? Nou, heel simpel. Ik, Roy en Patrick liepen helemaal links bij security is dat. Daar is maar die gang tussen security en reactor. Toen ging O2 af en ik deed alsof ik naar onder liep. En Patrick en Roy gingen met z'n tweeën naar boven, zeg maar, onderweg naar O2. Toen ben ik uiteindelijk ook teruggelopen via boven en toen lag Patrick dat ook. Dat moet Roy wel zijn. Of iemand heeft zo snel komen lopen en Roy heeft hem geskipt. Solide story, maar sluiten we nu dan volledig de optie uit dat je hem ook gewoon zelfreport kan hebben? Want ik was al bij Weapons. Ik was al bijna zou bij kunnen, O2. Maar voor mij is de vote heel simpel. Oké, ja, dat kan. Ja, dan is nu de vraag aan de rest of we daarin meegaan of dat jullie wellicht ook nog de optie overwegen dat het een zelfreport kan zijn. Want ik ben de eerste ronde gewoon echt nul suspect geweest. Daar wil ik u nog eventjes aan herinneren. Maar je hebt ook helemaal niks gezegd de vorige ronde. Nee, is me ook niks gevraagd. En ik ben ook echt overal nergens geweest om gewoon tas te doen. Dus ja. Maar goed. Nou, er is sowieso nog maar één imposter over. Je kan mij dan nu uitstemmen en daarna Roy. Of andersom. Ik denk niet dat Noah zoiets riskier zou doen als het nu zelf reporten. Nee. To be fair. Mag ik even tussendoor? Max, zijn computer is ineens random aan het updaten, dus die is ineens op het bom. Oh mijn god. Ja, ik ga denk ik wel voor ooit, sorry. Ik ga mee in Noah's verhaal. Ik ga ook mee op Noah's verhaal. Maar ik ben het niet. Yes, you are. Ja, ik ben het wel. Jezus. Ik zweer het, zelfreport is echt wel een hele solide strategie, man. Want hij had echt heel goed hier zelfreport kunnen doen, hè. Daar waren jullie gewoon allemaal in meegegaan. Ja, maar het verhaal was te goed. Ja, oké, maar dan kan ik ook zometeen wel een heel goed zelf opgemaakt zelfreport verhaal bedenken. Dat is niet zo moeilijk. Maar ik kijk er naar uit. Ik schrok er gewoon best wel erg van hoe snel mensen meegaan in iemands verhaal als er een report werd gedaan. Jullie zagen het had ook gebeurd bij Reno. Weet je nog, dat verhaal dat die zogenaamde security zat en zo. Toen geloofde ik Reno gewoon niet. Dat was ook een zelfreport verhaal waar we ook bijna in meegingen. Ik weet niet, ik merk gewoon wel dat zelfreport is wel echt een strategie. Maar mensen best wel snel makkelijk in meegaan, omdat er gewoon iemand wordt beschuldigd met een verhaal die het ondersteunt. Maar het wil niet altijd zeggen dat die persoon dan ook echt het dan niet is of zo. Dus nu hadden jullie bij het juiste eind hoor, of Noah dan in dit geval, jullie allemaal, dat jullie meegingen in Noah's verhaal. Maar er zullen ook momenten komen, weet ik zeker, waarin iemand gewoon een lulverhaal ophangt met een zelfreport verhaal. En het enige wat ik dan aangeef, daar moeten we ons niet op blind staren, want dat zou zonde zijn. Oké. Okay. Klopt, maar waarom maak je van over? Ja. Even kijken, hoe gaan we het nu doen? Want Max is dus aan het updaten. Ik weet niet hoe lang die update gaat duren. Rini? Hij zit nu op 5%. Hoeveel? Dus 5%. En hij kon die update niet cancelen.
Ja, het ging gewoon random, maar hij stond opeens opnieuw op en het was gewoon echt gewoon, ja, prank. Oké, okay, what a time. What a time. Dus, Patrick wilde ermee stoppen volgens mij? Dat klopt. Oké. Okay. Ja, Patrick, you know, don't ditch us now. Kunnen we dat niet nog guard regelen, Ido? Guard, die kon niet. Ik kan wel eventueel nog iemand anders vragen. Sander dan? Ja, die kan ik wel even vragen. Dat we dan gewoon nog tot 11 uur, kwart over elf. Kwart over elf doorgaan of zo. Nou, in dat geval, veel plezier nog. Thanks, maat. En tot later. Yo, yo. Yo, yo. Later. Hey, later. Voor mij is het gewoon een game. Hoor. There he is. Hello. Hallo. Hallo. Morgen. Goeiedag. Ik stuur je de code door, hoor. Moet je even niet... Is iemand anders ook uit de lobby gekikt? Want ik ben eruit gegooid. Ja, Marcus. Oh, nee. Als je de code niet meer hebt, moet het inderdaad niet hardop gezegd worden. Even een hele lange disclaimer. Ik stuur de code gewoon wel even naar iedereen toe in dit kanaal. Dan, ja, is goed. Zoek het maar uit. Alright, gaan wij gewoon door natuurlijk. Ik weet niet, ik ben nog niet klaar met de moments. Ik vind het nog wel heel erg leuk eigenlijk. Dus ja. Ik moet dadelijk nog strijden op Weekend League. Vast zin in. Vast zin in. Zin aan. Vast zin in. Daar ben ik. Zin aan. Alleen een voor Iwan wacht. En ja, Max, maar die is het. Iwan is ineens roos. Iwan, jongen. Hé, die. Nou, we zijn klaar, denk ik. Max, die. Is de mental supporter, Roy. Ja, zijn we er allemaal bij? Ja? Oké, nou start maar. Yes. Oké, okay. Succes. Dank je. Echt van, jees. Dank je. Crewmate! En wij gaan naar O2 toe. Naar O2 toe. Ja, dat klopt gewoon. Eventjes die blaadjes erin hengelen. Zo. Dan hier nog blaadjes wegmieteren. Dan naar navigation. Navigation, navigation, navigation. Dan lopen we weer terug. Oké, okay, O2. Ga ik die fixen in admin. Oh. 82084. Zo. Deze moet ik doen. Zo. Gaan we die dingen weer even wegstorten. Oh. Wie is dood? Ligt er nog twee in Met B en ik denk dat het Ido is. Hoezo denk je dat ik het ben? Ik kom namelijk van O2 gefixt. Nou ja, ik gok wel dat O2 is gekald om kills links te dekken. Ja, en, ja dat geloof ik kom weapons ingelopen. En nou ja, jij komt net vanuit cafeteria. Ik ben net uit cafeteria aan de kant van Met B. En de deuren achter me gaan nog net dicht. Net alsof je me in cafeteria wou houden. Oprecht niet. Ik kwam vanuit security, ik was daar op de camera's aan het kijken en toen het alarm kwam ben ik direct naar O2 gerend. Ja, maar dus een paar potjes geleden zei je wel dat je elke kamer nog zou checken, zoals Reno toen ook zei. Ja. Als je er langs zou lopen om te kijken of iemand dood zou liggen. Niet met O2, of met zo'n reactor ding niet. Wel als ik gewoon lekker rond dat lopen ben voor mijn taken, dan loop ik er meestal gewoon inderdaad even naar binnen. Maar niet als er zo'n reactor alarm is. Nou, ik vind Ido dan ook sus, want hij doet ook altijd. Hij is ook heel veel met die deuren dichtgooien bezig. Dat is gewoon een Idootje, dus ja. Can't deny that, you know, maar deze keer niet. Ja, sorry, maar ik weet eigenlijk voor 9 en de rest, ik wil nog wel het verhaal van de rest horen, René. Ik ben begonnen in de storage, had ik daar die fixed wires gedaan. Toen ben ik terug aan de admin, heb ik daar fixed wires gedaan. Toen ben ik teruggelopen in storage om terug naar electrical te gaan. Toen werd die O2 ding gefixt of gesaboteerd. Toen ben ik teruggegaan naar het admin alweer om dat ding te fixen. En toen ben ik daar geëindigd op de map. Van jullie had nog meer horen, Ido? Ja, iedereen stemt toch op mij, maar it's fine, it's fine. Nee, van wie wil je het nog meer horen? Van wie wil je het meer horen? Nou ja, Anko misschien nog. Oké, okay, dan zijn Reno en Ido imposter. Let maar op, mark my words. Yeah. Hij gaat namelijk nooit verhaal opvragen van iemand die mede imposter is. Daarom vroeg ik het. Stem Ido eruit en ga daarna voor Reno, echt waar. Ik zie het.
Oké, dan moet hij zo, zo disappointed zijn. En dat ik moet gewoon echt zeggen, dit is echt een 2000 IQ play. Dit is echt niet normaal. Dit is zo koude play. Oh my god. Oh, hij gaat communicatie saboteren. It was not me. Oh, hij gaat daar iemand killen die er overblijft. Reno, kill me maar, kill me maar, kill me maar. Klik maar op de kill knop, kill maar. Dan kunnen we reporten doen en dan ja, doe maar, kill me, kill me, kill me, kill me, kill me. Ja, goed zo! Dude, echt, dit was echt een 1000 IQ. Ja, dankjewel. Slim, jongen. Deze was slim, hè? Deze was echt slim. Ja. Niet normaal. Daar vroeg ik ook van, wie wil je, van wie wil je nog meer zijn verhaal horen? Hij gaat dat natuurlijk nooit van zijn mede-imposter vragen. Ja, dat is echt... Ik had er gewoon twee, hè? Want ik zag op een gegeven moment Sanders de broodje kaas niet laten vallen. Heerlijk. Nou, ik denk, dat is een mooi slachtoffer. Weg. Letterlijk gewoon een meegetrein. Heerlijk. Ja, deze is lekker. Deze is echt heel lekker. Het feit dat ik in 2 uur tijd gewoon niet eens een imposter ben geweest. Oh, echt niet? Ik ben er net 2 minuten. Ik ben ook nog niet geweest. Ik ben al eerst crewmate. Oh, dat is wel echt... Dan ben je echt de eeuwige crewmate vanavond. Waarom ben ik blauw? Wat, de pauper? Dat dacht ik even niet. Ben ik alleen met Edo. Ja, ik dacht ook echt toen ik Reno zag, I'm sorry Reno, you know. Dat was wel heel grappig. Ik vond deze wel echt heel lekker. Dit was wel heel leuk, Potje. Absoluut. Deze vond ik inderdaad heel leuk. Ja, ik vond deze wel top op zich. Het was echt... Heel slim gespeeld. Ik dacht dat het gewoon meer zo was van, ja, oké, okay, je bent het gewoon, we gaan gewoon door, weet je wel. Dus ik dacht van, ja, nou, in dat geval laat maar. Oh, mijn dus. Daar denk je toch niet over na? Echt gewoon een verse Jimmy Neutron actie. Daar denk ik zeker wel over na, maat. Ja, maar ik bedoel, je gaat toch niet als imposter nadenken van, misschien gaat hij dat nu wel aan mij vragen om de imposter niet te verdenken. Ja. Nou, Edo, heel goed gespeeld. Start hem maar. Een groot voorbeeld, Edo. Zo ga ik het ook doen. Zo ga ik het ook doen. Hoe ver is Max? Rini? Nou, ik zal even kijken. Wat een kat. 18% update wordt uitgevoerd, schakel de PC niet uit. Deze verwerking kan nog even duren. Dus dat is wel even kut. Oh, nou, Rape Max. Stel ik voor om weer te starten wie je moet starten. Rape Max. Klik op die grote knop. Oh, maar deze Edgar, wat een scheet. Oké. Nou, we zijn weer crewmate. Even kijken, waar ga ik dan heen? Dan ga ik naar Electrical. Electrical. 3 tasks daar. Ja, zo is het. Rini staat ook gewoon netjes haar task te doen. Ik vind niet echt iets voor Rini om task te faken of zo. Ik weet niet waarom, maar ik vind het gewoon niks voor haar. Joink, joink, joink. Nou, hierheen. Joink, 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 joink. En hier nog. Poep. Alright. Ja, dit is lekker hoor. Ja. Dit is lekker hoor. Al best wel fantastisch zo gedaan zo. Gaat ik hier nog eventjes zo downloaden. Dit gaat lekker zo, hè? Of niet dan? Ja, dat dacht ik. Zo. Murp. Of ja, murp. Noah heeft een ander outfitje aangedaan. Hij denkt, misschien werkt dat, weet je. Als ik even een ander outfitje aandoe. Wie weet dat hij dan een keertje imposter wordt. 930. Doorgaan. Ik en Sander liepen weapons in en daar lag een body. Iwan, waar kom jij vandaan? Mag ik dat vragen? Ja, sure. Ik kwam vanaf links helemaal. Vanaf waar? In welke kamers heb je links gestaan? Ik heb in reactor gestaan. Ik heb heel kort security nog gekeken. Toen, nou ja, weer upper engine. Toen doorgerend door cafeteria. En toen kwam ik weapons ingelopen en daar lag een body. Want er zijn 2 bodies dood en volgens mij ligt er ook iemand in security. Want de camera's stonden niet aan, maar op de admin map stond er ook iemand in security.
Ja, right. Nou ja, zou ik dan mezelf plaatsen in security of zou ik dan een ander lulverhaal opleggen? Nee, want jij kon niet zelf dan natuurlijk. Ja, dat is waar, maar heb je iemand gezien in security? Nee, ik heb niemand gezien in security. Ook niet iemand daar naartoe zien lopen? Nee, ja, ik ben echt helemaal niemand tegengekomen. Ik weet alleen dat Sander begonnen is en met B. Deze situatie ziet er natuurlijk niet al te best voor jou uit, hè, zo. Dat begrijp je ook wel, hè? Dat begrijp je ook wel, hè? Het is wel een beetje zo'n leugenaarstemmetje, ja. Maar ik wil hem wel een kans geven. Dit is wel een Iwantje, hè? Ja. Nou, maar ja, er moet iemand uit, hè? Want als je nu niet stemmen, dan is het dubbel. Nou, oké, omdat je het zo lief aanbiedt. Ja, ik inderdaad. Oh, waar was jij? Ja, ik stond in admin en ik wilde naar security lopen om daar die body te reporten die er zou liggen. Maar ja, weet je, ik kreeg de kans niet, want toen werd deze gereport, dus ik stond net aan de linkerkant van Kev. Dit is een, dit is een oprechte Ido, hij is nu de imposter niet. Ja, nee, dat denk ik. Ik merk het altijd aan Ido. Sander is ook imposter niet. Geno is ook imposter, het zijn Geno en Ivan. Ik kan het nu. Omdat Reno heel graag wil weten op wie we hebben gefoond, zodat hij zijn mede-imposter nog eventueel kan redden. Dit is volgens mij weer een 200 IQ play. Nee, stem iemand eruit. Ik ga niet. Ik ga Dat zou, je namelijk helemaal niet moeten boeien in de eerste ronde. Wat maakt het uit? Ik vraag alleen op wie hebben jullie gefoond. Dat kan echt niet. Ja jongens, het spijt me, maar ik denk echt dat Reno de tweede is. Oh, het is volgens mij echt zo. Woehoe! Ja, dat zou toch wel moeten zijn, dat is toch ook echt zo is gewoon. 10 euro van Daniel en Esmee. Ido is zus. Ja, Ido is altijd zus. 100%. Dankjewel Daniel en Esmee voor de 10 euro. En Rens van Engelenburg met de 5 euro. Of met de 3 euro trouwens, sorry. En die vraagt, wat ga je eigenlijk doen morgen, Roy? Ik moet werken, dan ga ik naar... Catechisatie is van de kerk. Huh? Oh. Catechisatie. Ik weet niet hoe ik het moet uitspreken, joh. Maar in ieder geval heel veel succes. Dus heel veel plezier daarmee. En wat ga ik morgen doen? Even denken. Morgen is het maandag, hè? Morgen ga ik sowieso trainen om 2 uur. Even lekker trainen natuurlijk. Dat doe ik altijd elke maandag, woensdag, donderdag en vrijdag. En verder denk ik dat er... Sowieso in de avond gaan we weer roleplay opnames doen. GTA 5 roleplay opnames. Dus dat is voor jullie ook even goed om te weten. Ja, voor de rest waarschijnlijk ook veel opnames. En misschien dat er nog wat in mijn agenda staat. Ik leef altijd heel erg naar volgens mijn agenda. En ik weet nu niet even uit mijn hoofd wat er allemaal voor maandag in staat. Behalve aan het sporten, dat weet ik echt zeker natuurlijk. Als wij is het echt Reno, man. Ik zweer het. Zo. Oh mijn god, de deur hoorde hier ook gewoon dichtgegooid. Oh man. Als hier iemand nou uit de vent komt en me dan killt, zou zo ziek zijn. Oh, dat kan natuurlijk niet. Fuck. Oké. Meltdown fixen. De reactor meltdown. Noah heeft het gefixt met Sander. Ja, het is echt Reno. Het is echt Reno. Hij kwam er net aan doorheen, die Reno. Paupert. Echt Reno. Als Ido nu ook dood is, dan weet ik het zeker. Gast, wat de pauper. Wie zit mij dit zo te pauperen, joh? Wie hebben wij net ook alweer eruit gestemd? Hebben wij net Iwan eruit gestemd? Ja, dan is het Iwan die... Maar dit zit het dwarsboom. Ido is dood? Het is Reno. Ja, dan weet ik zeker dat het Reno is. Oh, had ik het dan serieus weer goed? Omdat ik... Dat ga je gewoon niet weten. Ik wilde namelijk al zeggen, het is Reno, want Ido is dood. En met Ido was ik echt de hele tijd. En Noah en Sander hadden mij... was ik ook al de hele tijd mee en zo. De enige die ik gewoon weer niet heb gezien. Slash die... Naar mijn gevoel gewoon het hele potje verdacht is Reno. Dus ik stem hem gewoon eruit. Ik zit fout op, dan schaam ik me wel enorm. Maar ja. Goed. Is het nou echt... Had ik het weer bij het juiste fucking eind? Goed gespeeld. Meent u gewoon, GG. Meent u gewoon... Jimmy Neutron. Meent u gewoon niet. Oh, ja hoor, ik heb ze weer.
er goed op. Ja. Ja. Ik dacht echt, als mijn body gevonden wordt, dan is het 1 plus 1 is 2. Want ik was Reno de hele ronde al aan het stalken. Hoe was ik zus die eerste ronde? Ik snap dat nog steeds. Dat weet ik ook niet. Ik zeg gewoon, waar kom je vandaan? Like, ja, het sloeg zo nergens op. Ik heb die hele kill niet gemaakt. Nee, gewoon echt zo. Waar kom jij vandaan? Nederland. Impostor. You are an impostor. Waarom dan? Ja, omdat je zus bij de ballen die valt. Oh, man, heerlijk. Even kijken, we hebben nog een 3 euro donatie van Diego. Hey Roy, leuke livestream. Wat vind je trouwens van de sport waterpolo? Dacht een vraag. Ik vind het best wel gruwelijk, man. Ik heb het zelf nog nooit gedaan. Maar ik weet wel dat ik dat vroeger als kind zijnde echt graag wel wilde doen. Ik wil niet op de sport, maar ik wil dat altijd op de camping dan gewoon doen, bijvoorbeeld. Daar had je wel eens van die waterpolo toernooitjes. Dat wilde ik altijd meedoen, maar ik was altijd te jong. I was always too young, bro. Fuck that. Maar good shit, man. Ik vind het wel lachen. En Don dan nog met 1 euro, dankjewel. Laten we maar weer starten, jongens. Ik wil gewoon weer crewmate zijn. Ik vind het veel te leuk om jullie heet te... Ja, ik niet. Ik ben helemaal gek van. Jongen. Yes! Yes! Weer crewmate. Oké, normaal gesproken zou ik dat gewoon kut vinden. Maar ik ben nu zo'n vibe dat ik de hele tijd iedereen accuraat betrap. Het is bijna eng. Dus we gaan het gewoon even weer doen. Ik heb Reno gewoon somehow altijd door als die imposter is. Ik weet ook niet hoe dat kan. Hij moet wel helemaal gek van mij worden. Dat kan niet anders. Hij moet echt helemaal gek van mij worden. Ja, top. Het is gefixt. Gaan wij door deze kant op. Oh mijn god. Wordt de deur daar dicht gejoinkt. De Hollandse Gamer is sponsor geworden. Realistic Basic. Dankjewel, bro. Dankjewel voor je sponsorship. Hey, een dead body. Iwan. Ja. Iwan is het. Nou, ik kan gelijk beginnen wel. Ik kan Sander gelijk creëren. Ik heb samen met hem met Bay die scan gedaan en ik moest op hem wachten. Ja, andersom ook. Dus dat is top. Oké, maar Noah, waar heb je hem gevonden? Ben jij met Ip in O2 geweest? Ben jij met Ip in O2 geweest? Ben ik met Ip in O2 geweest, bedoel je? Ja. Nee. Ik ben in Navigation geweest. Ik ben niet in O2 geweest. Hij ik wilde in daar O2. Oh, oké, dan is het Ido. Dan kan ik je dat nu alvast zeggen. Waarom kan ik dat zeggen? Ik wilde die kant op rennen en de deuren werden voor mijn neus dichtgegooid. Dus ik mocht niet die kant op. Als Ido als enige die daar is geweest, is Ido het. Dus, dag Ido. Wij liepen allebei richting cafetaria, toch? Nee. Zeker niet, vriend. Volgens mij ook de lamp. Ja, klopt. Het is Ido. Ido is altijd heel erg bezig met dingen belazeren en de deuren. Dat is helemaal zijn obsessie als hij in post is. Ja, oké. Nou, ik kan hier nu wel naar uitkomen. Maar ik heb de lamp helemaal niet uitgezet. Het is wel Ido. Nou, hoe kut is dat dan? Weet je, ik had wel een mooie opportunity om hem te killen, maar... Oh, I'm Dat imposter zijn is echt niet voor mij. Dr. Phil is here, motherfucker. En I'm coming for the next one. Oké. Even kijken wie de volgende impostor is. Ik vind het zoveel te leuk om crewmate te zijn. Gewoon precies om deze reden. Gewoon het betrappen van mensen op stommiteiten. En vooral Ido. Want Ido is zo'n open boek als het gaat om Among Us. Dat is niet normaal. Echt, dat is echt bijna zorgwekkend gewoon. Letterlijk. Die guy is echt een open boek. Ik hoop wel dat ze dit gaan fixen. Oh, thank god. Oké, ik moet nog naar admin toe. Alright. Hey, Ido is echt een open boek, jongen. Dat is zo fucking lijp als het gaat om die paupertaskjes. Of die deuren dicht doen en dingen saboteren. Daar heeft hij gewoon een bepaald patroon in. Oh jee. Oké. Trouwens, ik wil gewoon naar Electrical toe. Daar heb ik 2 tasks naast elkaar. Oké, joh. Oh, dit kan ik mooi fixen. Kan niemand dat frauderen? Want ik ben hier toch als enige. Die. Die. Die Edgar, jongen. Die ligt hier dus bij Davy op schoot naast mij. Nou, die zit toch een tijdje te kroelen. Dat is niet normaal. Even kijken, gaan we deze kant op. Een dead body. Yes. Rainy. Anko. Yo. Waar kom je vandaan? Yo. Oh, jongens, het spijt me. Het lukt me niet.
ik ben ook zo slecht. Ze zetten gewoon de twee slechtste imposters in één team. Wat doe je daar nou mee? Ja, het lukt me gewoon niet. Ido die deed de deuren weer dicht. En ik zat samen met Roy in zo'n hoppie. Ja, Ido, jij bent ook zo bouwd met die deuren de hele tijd dicht doen. Dat is echt verschrikkelijk. Ik weet gewoon niet wat ik moest doen. Oh, je weet het, zet zij het ook. Anko is gefant. Ja, nee, omdat ik gewoon drie man die kant op zie gaan waar ik net die kill heb gemaakt. Ben jij in admin gefant? Nee. Iedereen in mijn chat beweert dat jij gefant bent. Maar wanneer dan? Nee, iedereen in mijn chat zegt Anko. Ik kan gewoon niet lopen. Jij bent blijkbaar ergens op mijn beeld ben jij gefant. Ik ben in de buurt geweest van een fant move van jou. Ben jij Elegon niet gefant? Nee, ik ben serieus niet gefant. Gewoon erin gelopen. En toen werden de deuren dichtgeknald door Eerdo. Oh. Dat was echt te leuk, gewoon. Ik liep samen met Reno en Shields. Nou, laat me maar weer crewmate worden, hoor. En ineens loopt Anko mij voorbij zieken. Ja, Dr. Phil is on. Zeker. Jezus, sorry. Nou, als er in één keer geen Dr. Phil is, weten we genoeg. Dus even snelle potjes, jongens. Oh, wat erg inderdaad hoe snel deze potjes gaan. Holy fucking shit. Nou, we gaan weer eventjes Dr. Phil poelen. Ja, blijkbaar is Anko niet gefant, jongens. Hij beweert in ieder geval van niet. Nou ja, geen idee. Ik weet het niet, natuurlijk. Ik kan het niet weten. Tenminste, ja, misschien wel. Misschien is het gewoon op mijn scherm gebeurd en was ik gewoon mokerscheef. Dat hoop ik maar van niet, maar... Het zou kunnen. Oh, two. Oké, dan maak ik eerst even deze af en dan loop ik gelijk daarheen. Zo, code is 85339. There you go. Dan storage heb ik trouwens nog een tas. Zie je zo. Hop, en hop, en hop, en hop. Hierheen. Weer worden deuren dichtgegooid. Waar heb je... Helemaal aan de rechterkant. Rechterkant? Bij de gang tussen Shields en Nef. Dus bij de gang tussen Shields. Daar ben ik totaal helemaal niet geweest. Ik was alleen maar links. Oké, okay, ik denk dat die bij de O2 is gemaakt. Oké, ik probeer nu in het hoofd van de imposter te duiken. Waarom zou hij de deuren bij mij dichtgooien bij admin? De deur van storage was dicht en de deur van cafeteria was dicht. Dat je daar niet heen kan lopen. En als de kill dan rechts ligt, waar was die dan bang voor? Waar was de imposter dan bang voor? Dat je er langs zou kunnen gaan. Ja, maar dat makes no sense. Dan zou je toch eerder de deuren dichtgooien bij weapons. Zes per shield. Ja, maar dat gaat allemaal tegelijk. Je hebt zeg maar heel storage, al die drie deuren. En heel cafetaria, alle drie de deuren. Het is niet dat je alleen de onderste deur dicht kan doen. Dus je sluit alle deuren af van die ruimte. Oké. Dus, want ik stond bijvoorbeeld in cafetaria vast. Ik wou namelijk aan Noah gaan vragen. Ik wilde de emergency knop indrukken. Waarom hij naar beneden liep tijdens een O2-alarm. En niet terugkwam voor dat O2-alarm. Maar ja, he's dead. Dus dat verklaart genoeg. En Sander heeft hem gereport. Ja, ik heb hem gereport. Ik kan Geel enigszins kleren, want hij had echt een perfecte kans om mij te doden. En heeft het niet gedaan. Dus... Maar waar heb jij iemand van rechts zien lopen, Sander? Ik echt niemand. De enige die ik tegenkwam was Roy. Die denk ook niet dat hij het is. Die stond wel legit zijn storage thuis te doen. Waar kan je... Tussen navigation en shields heb je toch een vent? Waar kan je een venten? Admin en Nef kan dat ook. Ah, dat maakt sens dan. Dat maakt sens dan. Daarom werd ik daar ingesloten. In admin. Maar is er iemand in admin gekomen? Ja, daar moet ik even goed nadenken. Er is wel iemand inderdaad die daar kwam. Maar dat was met het O2-alarm. Ja, daar was ik ook bij. Okay. Er waren meerdere. Want als Sander verder niemand heeft zien lopen van die kant, ik heb er boven ook niemand gezien, dan is ook de kans heel groot dat het een self-report is. Nee, denk ik niet. Ja, maar dat is het niet, want ik ben het. Nee, maar ik kom basically op hetzelfde moment aan als Sander in admin. Wij liepen samen. Sander, waar lag de body, zei je ook alweer? Tussen de gang tussen Shields en Nef. En ik wil eigenlijk ook wel even horen. Ja, ik heb niet zo heel veel te zeggen. Het enige wat ik kan zeggen is dat ik Reno echt knijthard kan kleren. Want ik heb bijna de hele tijd met Reno gelopen. Wij zijn volledig alleen maar links geweest. Yep. Niemand kan mij kleren hoor, dat moet ik wel even erbij zeggen. Maar ja, Anko, wat is jouw route geweest? Wat is jouw route geweest, Anko? Van cafetaria naar weapons, van weapons terug naar admin, van admin naar cafetaria. En daar kwam ik Rine tegen op het laatst. Jullie stonden ook in cafetaria vast? In dat tijdsbestek? Ja. Heel sterk. Want ik ben ook in cafetaria vastgezet en ik heb daar niemand gezien. Ik ben nog een rondje geprobeerd te lopen. Nou, ik stond samen met Rine op het einde gewoon bij die... bij die wire. Linksbovenin. Daar ben ik niet helemaal geweest. Ja, daar stonden wij. Toen werd het gereport.
Ik denk ook een self-report, maar ja, ik snap het. Ik twijfelde zelfs of ik hem zou reporten, want ik heb echt letterlijk niemand gezien, dus ik snap het. Maar ja, ik ben het niet. Ik skip hem voor nu wel. Ik skip hem ook. Ik ga niet veel als ik iemand vermoed, dan gok zou ik zeggen Sander. Maar... Oh. De enige die erin meeging was Ido. Oké, dat ga ik nee, even onthouden. Nee, maar ik zei dat als eerste ook al, hè? Ja, maar dan ga ik even onthouden. Want hiermee maak je jezelf automatisch voor mij verdacht. Alsjeblieft, check mijn tasks. Ik zo meteen als ik dood ben, jullie gaan zien. Oké, gaan we deze even doen. Oh. Alright. Dan hier beneden. Auto. Lastig deze ronde. Wat is dat anker te doen? Hoezo stond hij daar gewoon te wachten? Dat was raar, is mij vraagt. Dat was heel raar. Okay. Shields. Reactor. Fixed. Lijkt te kopen nog een task. Heb ik er nog maar een paar hoor. Ik ga lekker met de taskjes. Zie je? Iemand stond gewoon stil daar, oké. Okay. René kilt Reno recht voor onze neus onder ja. Links onder. Ja, dit is niet slim. Ja, het is 2 tegen 1. Ja, het is een hele zuidje. 2 tegen 1, René. Dit ga je niet vinden. Wat heb jij gezien dan? Ja, ik liep toch letterlijk naast Ido. Je killde hem letterlijk. Nou, dit is wel legit, denk ik. Dit is echt... Valt er zijn... maar uit. Hier moeten we niet eens over discussiëren. Het zijn Ido en Anko. Ik denk ook niet dat het Ido is. Ja, ik geloof het niet. Ik geloof het niet. I don't buy it. Nee. I don't buy it. Of ik ben de derde imposter. Ja, stem me er dan maar uit, maar oprecht, je verliest. René killt recht links onderin. Ja, letterlijk. Nee, ik liep letterlijk bovenin en je kan ook. Wacht, Sander, wat denk jij? Wat wilde jij zeggen, Sander? Wat wilde jij zeggen? Ik denk dat ja, ik weet niet. Niemand kan met zoveel overtuiging schreeuwen. Nee. Even kijken, 10 over 11. Nee. maar ik zie letterlijk over. Maar Sander, wat denk je dan dus? Bloedspetters en Rini die staat ernaast. Weet er waren 4 mensen. Er waren 4 mensen in die ruimte. Vorige ronde kleerde Ivan René volledig. Dus nee, ik kleurde Reno, niet René. Echt? Het is ik heb gewoon verder niks te zeggen. Ido en ik hebben letterlijk gewoon gezien wat we hebben gezien. Nee, ik denk dat we Ido eruit moeten stemmen, eerlijk gezegd. Op wie heb jij gestemd, Sander? Nee, het is oprecht niet please. Ik heb hem voor ongeluk geskipt. Ik voel me zo stom. Ik denk nou rood en geel. Nee, het is echt Ido. Rood en geel. Je mag me er echt uitstemmen, maar wacht, hoezo? Doe je ding. Maar stem ja, maar daarna dan René eruit. Dat is echt zo dom. Sander, op wie heb jij nog gestemd? Ik weet het nou nog steeds niet. Ik heb nu gestemd op René, maar ik denk dat ik voor jou ook. Ja, ik denk maar dat het maakt wel niet meer uit als wij uitstemmen, hè? Dat vind ik niet erg. Maar jawel, als wij skippen, daarna dan René uit. Eruit. Ja, weet je wat ik namelijk... Maar stem dan daarna René eruit. Weet je wat ik denk dat er is gebeurd? Dat Anko en Ido samen dezelfde ruimte inkwamen. Toen wouden dubbelkillen, dat ging mis. En toen dachten ze, kut, oké, dan reporten we zelf wel. En dan gaan we full fire op degene die de kamer in kwam lopen. En dat was dus Rini. En nu wordt Rini voor de train gegooid, maar het zijn eigenlijk Anko en Ido. Dat is mijn gok. Dan stel ik voor dat mensen zo met mij meekomen, mijn task, letterlijk meekijken. Ik moet volgens mij storage zijn, nog bij communications moet ik downloaden. Dan kijk je lekker met me mee hoe ik die taken aan het doen ben. En dan als je mij kan kleren, dan gaan we daarna naar de reportbutton en stemmen we alsnog René eruit. Het is nu een dubbelkill, weet je. Er zijn geen andere duo's over, laat ik het zo zeggen. Maar René is er één van, echt waar. Nee, maar laat ik het zo zeggen, Sander zou nooit zo makkelijk op René gaan als Sander en René het zijn. Ik heb ook veel te veel twijfels, Roy heeft ook veel te veel twijfels. Ja, maar het enige duo dat er is dat elkaar kleert zijn jullie twee. Oké, weet je, Ivan, het is sowieso moeten doen. Ivan, luister even, Rini heeft sowieso geskipvote. René heeft nu 3 stemmen, dus wij moeten dan ook skip vote doen, dan gaat er niemand uit. Ja, dus ja maar dan hebben we wel dubbelkill, dan zijn we klaar. Kom maar alsjeblieft even kleren. Je moet echt
je kan nu inderdaad voor die skip gaan. Dan is het dubbelkill klaar. Als je nu mij eruit... Nou, dat kan niet meer. Ik ga voor de skip, 100%. Wat? Ik ga ook voor de skip. Ik weet namelijk wat ik wil doen om het op te lossen. Het life. Ik heb echt geen idee. Nee, ik weet ik echt... Ik begrijp jullie wel hoor, daar niet van. Maar ga alsjeblieft van me... Als het Ivan is, speelt hij het echt goed, trouwens. 4, 8, 9, 7, 9. Fucking moeilijk dit, eerlijk. Oh, doe dit nou niet! Kijk wel! Nee, je stemt een crewmate eruit, Ivan. Echt waar? Laat er nog even niemand eruit stemmen. Ik stem nog niet. Nee, ik ga even relativeren. Ik ga even goed nadenken. Oké, wacht. Ido en Anko zeggen allebei hetzelfde gezien te hebben. Namelijk dat ik een nee het yep. is. Sander gaat daar blindelings in mee. Die zegt, ja, ik geloof ze. Dat is raar. Dus Sander is voor mij sowieso imposter. Dat is sowieso reden 1. Omdat ik kan dan geloven dat Anko en Ido hetzelfde hebben gezien. Dat Sander erin meegaat. Ik vind Ido gewoon heel overtuigend. Het is weird. Het is gewoon fucking weird dat Anko en Ido hetzelfde blijkbaar hebben gezien. Waardoor Rini dus echt number one suspect zou zijn. En dat Sander daar dan in meegaat. Waarom gaat Sander daar dan in mee? Eén van de drie is imposter. Inderdaad, één van de drie is geen imposter. Dus dan vraag ik me echt af hoe het zit. Hoe kan het? Ja, ik ben gewoon dom. ik probeer het echt even goed uit te dokteren. Nee, maar oprecht. Ik denk dat het Ivan is. Ik denk echt dat het Ivan is. Ik zou dan hier niet een meter hebben. Nee, dat klopt. Ivan is het sowieso niet. Roy is het ook niet. Anko en ik zijn het ook niet. Want wij hebben net René zien killen. Sander vond ik al een beetje suspect met die zelfreport. Daar ging Ivan in mee. Ivan is crewmate. Dus denk ik dat we dan de twee imposters voor ons oké, dan is Sander, yep. Dan probeert Sander gewoon Rini voor de train te gooien om zelf minder verdacht te zijn. Dan is dat een verwarring. Oké, dan ga ik voor nu mee met Rini en dan kan ik alleen maar zeggen... goede overtuigingsskills vanuit Ido als hij nu toch imposter blijkt te zijn. Maar dan, je weet wel Ido, als je nu imposter blijkt te zijn... Dan ben je weer de lul bij mij, hè, de komende potjes. Dan ben je weer de lul, hè? Nee, maar daarom. Dus echt weer de lul, hè? Ja, nee, echt waar. Ja, echt waar. Nou, laten we dan meteen... Dan hang ik je op, hè? Dan weet u dat, toch? Dan weet u dat, hè? Oh, man. Moker Ido, jongen. Oh! Reactor meltdown. Wie is er nog geïmmuut? Iemand moet zich even muten. Ja, ik wil het zeggen. Iemand. Oké. Ja, dat is gewoon echt even een kwestie van goed nadenken, man. Wie beflikkert de boel van die gasten? Oké. Met B. Zullen we dan nu Sander eruit stemmen? Nee, wacht. Laat me heel veel waarom zou ik in die vorige twee rondes terug... vol op René gaan. Dat is ja, omdat je gewoon jezelf daarmee onverdacht wil, niet verdacht wil maken. Nee. Ik denk echt dat het kijk. Of Ivan of Roy. En ik denk dat het Ivan is. Ja, ik ben het sowieso niet. Het is... En Ivan denk ik wat? Ook niet, man. Ivan die heeft jou letterlijk ook nog geaccused. Oh, die zou dat dan ook niet als mede-impulsie doen? Of, ja, ik weet even niet. Nadenken. Oké, wacht. Waarom luister. Zou ik op René gaan? Er zijn twee opties voor mij. Dat is of het is Anko of het is Sander. Anko kan het zijn omdat... Ido Anko cleared, maar die was misschien gewoon toevallig erbij toen Rini de kill maakte en Anko ging er... En Rini nee, ging er vanuit, wordt een dubbel kill gemaakt. Wordt een dubbel kill gemaakt, maar die dubbel kill kwam er niet. Dus toen heeft Ido gewoon gereport en die was dan met Anko. Dus kon Anko zich shielden achter Ido. Zijn van, kijk, ik ben ook geen imposter hoor, want
Hè? Dat kan ook. Dat denk ik. Ja, trouwens, dat denk ik. Kijk, dat denk ik. Ik denk dat het best is om Izo te skippen. Nee. We moeten nog maar praten. Nee. Nu ik dit zo zeg, denk ik echt dat Anko is. Ik zweer het. Rini ging ervan uit, we maken hier de double kill. Maar die tijd had Anko niet. Want Edo klikte gelijk op die report button. Dus kon Anko zich shielden achter Edo. Oh, zo nee. Van, ja man, de kill is hierin gemaakt. Ja, je hebt gelijk inderdaad. Ik heb het gezien en zo. Ja, tuurlijk, want... Hè? Dan kan hij er niet omheen. Als dit weer zo is, hè? Ik ga hier echt helemaal in mee, gewoon puur omdat er weer zo'n dokterfilm is. En als dit weer waar is, dan ja. Ik moet wel. Deze is echt wel weer heel ernstig, hè? Deze is echt wel weer heel ernstig. Is het echt zo? Is het echt zo? Is het echt zo? Is het echt zo? .nl. Oh mijn god. Is het echt zo? .nl. Van harte gefeliciteerd. Ja! Holy shit, vriend! Holy shit, Roy, waar ben jij? Dat heb jij echt blijf uit de Holy shit. Deze is wel echt heel ziek. Je moet trouwens heel even naar de wc, hoor. Roy, what the fuck? Roy, ja, geen woorden, man. Holy shit. Mag ik jou even één ding vragen, hè? Oh, ja. Man. Ik kill Reno. Jij stond bij Ido. Ja, waarom gooi jij mij voor de trein in plaats van dat je mij helpt met Edo eruit fouten? Ik weet het niet! Ik dacht, oh, ik had 10 mensen bij. En toen dacht ik, oh my god, ik ben safe, want het is Anko en die is ook. Maar het is sowieso wel beter uitgepakt, denk ik, dan het zou om anders te worden. Om zichzelf te laten vertrouwen. Oh, wat ziek. Ik vind crewmate in één stream vind ik crewmate gewoon by far het allerleukste om te zijn. Eerst vond ik imposter zijn het leukste, maar ik vind nu by far crewmate zijn het leukste. Ja, ik weet het niet. Ik ben nog geen imposter geweest. Noah gewoon nog steeds geen imposter is. What the fuck? Jongens, ik moet wel helaas zeggen, ik moet er nu wel vandoor. Ja, ik vond het ook een heel mooie afsluiter, om eerlijk te zijn. Ik vond deze wel echt heel lijp. Dank jullie wel voor alle GG's in de chat. Dank jullie wel voor alle Sherlock Holmes en Dr. Phil spams in de chat. Dank jullie wel. Oh, dit was wel echt... Ik denk mijn ziekste crew met potje, man. Serieus. Ik heb zo hard mijn hersenen laten kraken. Echt niet normaal. Maar het is gelukt. Jezus, jongens. Wat vond ik het een leuke stream, hè? Vergeet zeker weten niet nu eventjes naar mijn Instagram te gaan. Apenstaartje Royalistic in te vullen. Volg mij op Instagram. En stuur mij een DM met hashtag KPN om kans te maken op 12.000 FIFA points. Wie wil dat dan niet natuurlijk? Voor een pack opening. Dat is gewoon fucking veel. Kan je heel veel pakketten van openen. Ik mag 3 keer 12.000 FIFA points weggeven in samenwerking met KPN Glasvezel. Dus volg mij op Instagram, apenstaartje Royalistic. Stuur mij een DM met hashtag KPN. En dan maak ik morgen op mijn Instagram, in mijn Instagram story, maak ik de 3 winnaars bekend. Die dus alle 3 12.000 FIFA points krijgen. Goed, voor nu wil ik je allemaal bedanken voor het kijken naar deze livestream. Ik vond het echt geweldig. Ik ben niet heel vaak in posten geweest, maar van alle potjes dat ik crewmate ben, heb ik in volle teugen genoten. Of dat ik crewmate was. Ik ben er echt stuk om gegaan. Ik heb trouwens nog een 3 euro donatie van Rens. Ik ga stuk om Ip. Hij is zo pauperdom. Nou, dat vind ik een mooi afsluit. Oh man. Beste kijkers, ontzettend bedankt voor het kijken. Ik vond het echt super leuk. Volg me dus op Instagram en reageer. Of stuur me een DM met hashtag KPN om kans te maken op die FIFA points. En dan ga ik jullie morgen weer zien bij 2 video's. Er komen 2 video's online. Eentje om 3:30 en eentje om 7:00.